deze moord verzoekt de politie aanhouding van en voorgeleiding van de man die in de buurt van de misdaad is gezien. Signalement, gemiddelde lengte, gekleed in een donkere overjas, lichte wollen das en een dukhoed. Dan volgen hier de verkeersberichten. Op vele plaatsen in het land is het glad door de aanhoudende sneeuwval. De verwachting is dat vooral in Schotland een zware sneeuw problemen voor het verkeer en dat door de intrede de vorst wegen onbegaanbaar zullen worden. De politie verzoekt. Straks kom je niet meer thuis. Oh, dat had ik al opgehoopt, mevrouw Rolsten. Nou, het werk is in ieder geval klaar, dus de gasten kunnen in alle comfort genieten van hun rust. Veel succes. Tot morgen. Dank je, tot morgen. Dat ziet er mooi uit. Oh nee, hij is de S vergeten. Oh help. Molly? Molly? Molly, waar ben je? Aan het werk natuurlijk. Ik kan alles weer alleen opknappen hier, jij lelijkert. Oh, ben je daar? Laat de rest maar aan mij over, hoor. Zal ik het fornuis even aansteken? Is al gebeurd. Ah, hij is schatje. Ik ben helemaal koud. Ik kom net binnen. Oh, je wilt niet zeggen dat je met het weer in Keuren bent geweest, of wel? Ik moest nog even naar het dorp voor een paar dingen die ik vergeten. En, heb je kippengaas kunnen krijgen? Ach, nee, zal er niemand denken wat ik gebruiken kon. Ik ben nog verderop geweest en alles ook niet wat ik heb en wat ik kon gebruiken. Ach, alles is helemaal dichtgesneeuwd. Ik ben echt half bevroren, de halve dag eraan verknoeid. En de wagen die gleed over de weg als een nat stuk zee. Weet je, ik wil wedden dat we morgen echt helemaal zijn ingesneeuwd. Oh, dat hoop ik niet, als de leidingen dan maar niet bevriezen. Nou, we zullen in ieder geval goed hard op moeten stoken. Nee, het is niet al te warm. Ik hoop wel dat ze gauw komen met die koos, anders dan komen we straks zonder te zitten. Oh, ik zou zo graag willen dat alles vanaf het begin af aan goed ging. De eerste indruk kan zo belangrijk zijn. Zijn er al gasten? Is alles al klaar? Nee, gelukkig niet. Ik geloof dat alles in orde is. Ik heb juffrouw Barlow naar huis gestuurd vanwege de verwachte sneeuw. Ja, dat is goed. Ik hoop dat ze nog thuis kan komen. Oh, wat een ellende zeg, dat we nou geen inwonend personeel kunnen krijgen. Nu komt alles op jouw schouders neer. En de jouwe? We zijn partners. Als je nog niet gaat laten koken. Nee, dat is mijn afdeling. Gelukkig hebben we stapels eten in blik in huis voor als we ingesneeuwd raken. Oh, Charles, geloof jij dat alles goed zal gaan? Oh, word je bang, schatje. Je begint er een beetje spijt van te krijgen dat we dit huis niet verkocht hebben. Toen je tante het ons naliet. In plaats van dat gekke plan om er een pensioen in te beginnen. Oh, nee, ik vind het heerlijk hier. Trouwens, over pensioen gesproken. Mm-hmm. Kijk daar eens naar. Ja, ziet er goed uit, hè? Het is een ramp. Je bent de S vergeten. Zie je dat dan niet? Nu staat er Monkwell in plaats van Monkswell. Wat stom. Oh. Ach, wat maakt het ook uit? Hè? Monkwell ben ik nog ook prima. Je bent een suffert. Voor straf moet je naar de verwarmingsketel kijken en er wat kolen opgooien. Oh, weer die kouwing. Wat een ellende. Nou, dan ga ik er gelijk voor de hele nacht op stoken, hoor. Nee, dat kan niet. Niet voor een uur of 10, 11 vanavond. Oh, wat een ellende. Nou, schiet nou maar op. Er kan elk moment iemand komen. Weet je dat er een kamertje zo onderbrengt? Ja. Ik dacht mevrouw Boyle in de voorkamer met het hemelbed, majoor Metcalf in de blauwe kamer, juffrouw Casewell in de kamer op het oosten en meneer Randall in de kamer die met eiken betimmerd is. Oh, ik ben toch zo benieuwd wat voor mensen of dat het zullen zijn. Hadden we niet een voorschot moeten vragen? Nee, dat geloof ik niet. Nou, ze hebben nog van die groentjes in het vak. Ze brengen immers bagage mee. Als ze niet betalen, dan houden we gewoon de koffers achter. Dood eenvoudig. Misschien hadden we toch een schriftelijke cursus hoe dan ik een pensioen moeten volgen. Je zult zien dat we op de een of andere manier het haastje zijn. Stel je nou eens voor dat,
dat ze geen papier en stenen in de koffers hebben gedaan, of dat ze geen bagage in de koffers hebben gedaan, maar papier en stenen. Waar blijven we dan? Ze schreven allemaal van heel goede adressen. Ja, dat doen bedienden met valse getuigschriften ook. Misschien zit er wel een misdadiger tussen die op de vlucht is voor de politie. Voor mijn part, als ze die 7 pond maar betalen. Je bent ook een echte zakenvrouw, man. En volgens Scotland Yard heeft het misdrijf plaatsgevonden in Paddington, 24 Culver Street. De vermoorde vrouw was een zekere Maureen Lyon. In verband met deze moord verzoekt de politie aanhouding van en voorgeleiding van de man die in de buurt van de misdaad is gezien. Signalement, gemiddelde lengte, gekleed in een donkere overjas, lichte wollen das en een deukhoed. Dan volgen hier de verkeersberichten. Op vele plaatsen in het land is het glad door de aanhoudende sneeuwval. De verwachting is dat vooral in Schotland de zware sneeuwval zal leiden tot grote problemen voor het verkeer en dat door de intredende vorst wegen onbegaanbaar zullen worden. Wat een weer! Mijn taxi wilde niet verder dan het hek. Hij zag niets in die open laan van u. Bent u mevrouw Ralston? Verrukkelijk. Mijn naam is Wren. Hoe maakt u het, meneer Wren? U bent heel anders dan ik me had voorgesteld. Ik had u gedacht als een weduwe van een gepensioneerde generaal uit het leger. Een indrukwekkend dragonde met het huis vol souvenirs uit alle landen waar een man ooit gelegerd was. Maar het huis is hemels. Het is werkelijk hemels. Schitterende verhoudingen. Onvervalste Queen Elizabeth stijl. Weet u, mevrouw Ralston, ik weet zeker wat ik van het huis gehouden. Ik ben er nu al dol op. Zegt u me eens, heeft u ook misschien een wassen bloemen onder een glazen stolp? Of een opgezette paradijsvogel? Ik ben bang van niet. Jammer. Wat jammer. Maar misschien wel een buffetkast. Een pruime kleurig mahoniehouten buffetkast met grote gebeeldhouwde druiventrossen erop. Die hebben we. Ja. Hier in de eetkamer. Zeven neuzen. Absoluut volmaakt. Die heerlijke, respectabele burger. Maar waarom heeft u die grote ronde monitafel weggedaan? Die kleine tafeltjes bederven het hele effect. We dachten dat het gasten die liever zouden hebben. Dit is mijn echtgenoot, Giles. Ach, hallo, hoe maakt u het? Vies weertje, hè? Doet je denken aan Charles Dickens en Scrooge en Christmas Carol? Mevrouw Ralston heeft helemaal gelijk wat die kleine tafeltjes betreft. Ik liet me te veel leiden door mijn gevoel voor de oude stijl. Immers, als je een grote ronde mahonietafel zou hebben, dan zou er ook een familiekring aangeschaard moeten zitten. Een man, de vader van iedereen, die met een streng gelaat en een lange baard. Naast hem zijn vroeg verwerkte vrouw, moeder van zijn vele kinderen. 11 in getal, in een opgaande rij. Tussen de kinderen in een strenge gouvernante die met de vuist op de tafel staat. En achteraan een wezentje dat die arme Henriette wordt genoemd. Een verwezen achternisje, alles zo heel dankbaar moet zijn voor het dak boven haar hoofd. Zal ik de koffers maar even naar boven brengen? De eikenkamer, zei je? Ja. Oh, het heeft toch ook wel een hemelbed met Sien's roosjes? Ik ben bang van niet. Uw man vindt mij niet erg aardig, geloof ik. Hoe lang bent u al getrouwd? Bent u nog verliefd? We zijn 1 jaar getrouwd. Misschien wilt u een kamer zien? Op een nummer gezet. Weet u? Ik vind het heerlijk om alles van mensen af te weten. Ik vind mensen dol interessant. U dan? Och, sommigen. Sommigen niet. Nee, dan ben ik het niet met u eens. Alle mensen zijn interessant. Je weet immers nooit of ze wel zijn wie ze zeggen dat ze zijn. Wat ze denken. Als voorbeeld, u weet niet wat ik nu denk, is het wel? Nee, niet in het minst. Ziet u? De enige mensen die dat wel weten zijn artiesten. Maar die weten niet dat ze het weten. Behalve portretschilders, bij hen komt het tevoorschijn op hun doeken. Bent u schilder? Nee. Ik ben architect. Mijn ouders hebben mij Christopher Wren gedoopt in de hoop dat ik later ooit een beroemd architect zou worden. Tot nog toe is dat nog niet een succes gebleken.
Maar wie weet wie het laatst lag, lag te test. Misschien zullen mijn ontwerpen van rijtjeshuizen nog wel geschiedenis beschrijven in de Engelse bouwkunst. Ach, meneer Rolsten. Ik weet zeker dat ik die naar mijn zin zou hebben. Ik vind die vrouw buitengewoon sympathiek. Vindt u? En bijzonder mooi. Ach, doe niet zo mal. Hé, ziet u, zo zijn Engelse vrouwen nou, hè. Franse vrouwen daarentegen, die vinden een compliment iets doodsgewoons. Alleen bij de Engelse vrouwen. Ja, daarbij is alle vrouwelijke spirit eenvoudig weer verpletterd door die lompe mannen van. Kom, ik zal u een kamer laten zien. Giles, wil jij de heet waterboiler nog eens opstoken? Monkswell Manor, veronderstel ik? Ja. Ik ben mevrouw Boyle. Oh, dag. Ik ben Giles Rolston. Welkom mevrouw Boyle. Gaat u wel bij de haard staan en warmt u zich wat? Wat een afschuwelijk weer vindt u niet. Is dit al uw bagage? Een zekere majoor Metcalf? Ja? Kan dat? Mm-hmm. Zorg voor de rest. Ah. De taxi durfde de oprijlaan niet op. Ging niet verder dan het hek. Aan het station moesten wij de taxi samen delen. En we hadden zelfs de grootste moeite hem zo ver te krijgen om ons hier naartoe te brengen. En er is blijkbaar niets geregeld om ons af te halen. Nou, als we geweten hadden met welke trein het er zou komen, hadden we iemand gestuurd om u op te halen. U had alle treinen moeten proberen. Geef u mij uw mantel. En mijn vrouw komt zo weer beneden. Zal ik even kijken of ik misschien Metcalf kan helpen met de koffers. Of gaat u op zijn minst de oprijlaan sneeuwvrij moeten maken? Ontzettend slordig en nonchalant, moet ik zeggen. Neemt u mij niet kwalijk dat ik hier... Mevrouw Ralf? Ja, u bent erg jong. Jong? Om aan het bedrijf... aan het hoofd van een bedrijf als dit te staan. U kunt nog niet erg veel ondervinding hebben. Alles moet een begin hebben, nietwaar? Ik hoor het al. Helemaal geen ervaring. Een oud huis. U hebt toch geen rot in het hout, hoop ik? Nee, zeker niet. Heel wat mensen weten niet dat ze rot hebben. Totdat het te laat is om er iets aan te doen. Het huis is in een uitstekende staat. Het zou een verfje kunnen hebben. En in dit eikenhout zit Wurm. Dit is mijn vrouw. Hoe maakt het? Het is een complete sneeuwstorm buiten, zeg. Ik dacht een ogenblik dat we het niet zouden halen. Nee, als dat zo doorgaat, dan heeft u 5 tot 6 voet sneeuw morgen, denk ik. Ik heb het niet zo erg meegemaakt... sinds 1940, sinds ik verlof had in Schotland. Zal ik de koffers nou even wegbrengen? De blauwe of de roze kamer? Nee, de roze kamer heb ik aan meneer Wendt gegeven. Hij vond het hemelbed zo mooi. Dus mevrouw Boyle krijgt de eikenkamer en majoor Metcalf de blauwe. Majoor? Zo. Ja. Hebt u veel personeel hier? We hebben een heel geschikte jonge hulp uit het dorp. Ze is heel goed en ze komt elke dag. En inwonend personeel? Geen inwonend personeel, alleen Giles en ik. Zo. Ik had begrepen dat dit een behoorlijk functionerend pension was, met alle comfort. We beginnen nog maar net. Voor men begint, dient men een volledige staf personeel te hebben. Ik beschouw uw advertentie als zeer misleidend. Mag ik vragen of er buiten majoor Metcalf nog andere gasten zijn? Ja, verscheidene. En dan dat weer. Een complete sneeuwstorm, mag ik wel zeggen. Dat treft toch wel bijzonder ongelukkig. Als de sneeuw lang aanhoudt, hongeren we hier dood. Mag ik u even voorstellen, meneer Wren, mevrouw Boyle. Hoe maakt u het? Het is een mooi huis, vindt u niet?
Ik ben op een leeftijd gekomen dat het comfort dat een huis te bieden heeft. Een groter gewicht in de schaal ligt dan het uiterlijk. Oh, net als bij mensen. Op hun leeftijd, zeg maar. Als ik niet had gedacht dat dit een uitstekend functionerend bedrijf was, dan was ik nooit gekomen. Ik had begrepen dat het volledig uitgerust was met elk denkbaar comfort. U hoeft niet te blijven als het niet bevalt, mevrouw Boyle. Nee, inderdaad niet. Daaraan zou ik ook niet denken. Als er een misverstand in het spel is, is het misschien beter als u vanavond nog vertrekt. Ik zou een taxi kunnen bellen om te kijken of die u misschien nog kan komen ophalen. We hebben zoveel aanvragen voor kamers gekregen dat het ons niet moeilijk zal vallen om een plek op te vullen. Ik weet zeker dat we komende maand prijzen zullen moeten... Ik ga zeker niet weg voor ik gezien heb hoe het hier is. U hoeft niet te denken dat u mij er zomaar uit kunt zetten. Mevrouw Ralston, misschien wilt u mij mijn kamer laten zien? Zeker, mevrouw Boyle. Wat een akelige vrouw is dat. Ik vind haar helemaal niet aardig. Waarom heeft u haar niet gelijk naar buiten gezet als haar verdiende loon? Dat is er genoeg dat ik maar zou moeten ontzeggen, vrees ik. Hé, hierheen. Ik ben bang dat mijn wagen een half mijl terug is blijven steken. Ik ben een sneeuwluik gereden. Laat me dit van u overnemen. Ach, gelukkig. Ik zie dat u de kachel al flink heeft opgestookt. Meneer Wren, juffrouw... Keesman. Mijn vrouw die komt zo weer beneden. Oh, ik heb geen haast hoor. Eerst even ontdooien, hè. Tja, het ziet er trouwens naar uit dat hij hier aardig ingesneeuwd begint te raken. Zij is een krans er ook in van. Ja, zware sneeuwval, inderdaad. Nou, verder. Waarschuwing voor automobilisten, et cetera, et cetera. Ik hoop dat ze voldoende levensmiddelen in huis heeft. Oh, mijn vrouw is een uitstekende huisvrouw. En als de nood aan de man komt, kunnen we altijd nog aan de kippen beginnen. Voordat we aan elkaar beginnen, hè? Zeg, staat er ook een veer in de krant, behalve het weer? Oh, nou, het gewone gedoe. Tja, ja, politieke crisis, veel sterfgevallen. En oh ja, een nogal smeuïge moord. Een moord? Ik ben dol op een moord. Hier, voorpagina nieuws. Ze schijnen te denken dat het een gevaarlijke krankzinnige is geweest. Heeft in de buurt van Paddington een vrouw gewurgd. Tja, lustmoord denk ik. Er staat niet veel van in. De politie verzoekt aanhouding en voorgeleiding van een man die omstreeks de tijd van de moord in de omgeving van Covent Street is gezien. Middelmatige lengte, gekleed in een lange overjas, wollen das en een deukhoed. Extra politieberichten met dit verzoek zijn gedurende de hele dag uitgezonden. Tja, niet zeggen, signalement. Kan iedereen zijn. Wanneer ze zeggen dat ze aanhouding en voorgeleiding zoeken, dat is toch gewoon een nette manier om te zeggen dat de moordenaar is? Ja, dat kan. Wie is het eigenlijk vermoord? Oh, mevrouw Lyon, Maureen Lyon. Het was geen roof. Nee, dat zei ik toch al. Lusmoord. Dit is Molly, mijn vrouw. Dit is juffrouw Keesman. Hoe maakt u het? Wat een afschuwelijk weer, hè? Nou, wilt u misschien een kamer zien? Het water is warm als u een bad wilt nemen. Nou, graag. Inderdaad. Oh. Met hem zullen we geen problemen hebben, denk ik. Met die mevrouw Boyle des te meer. Oh, Charles, het diner moet een succes worden. We eten beef en cereal met dompetten en puree erbij. En kustap met pruimenkompot als dessert. Zou het goed zijn, denk je? Ik denk het wel. Misschien een beetje gewoon. Laat mij helpen!
Ik ben dol op koken. Waarom doet u niet een omelet bij? U heeft toch eieren, nietwaar? Oh, ja, eieren genoeg. We hebben heel wat kippen. Nou, dan doen we dat erbij. En dan doen we wat bij de beef en cereal horen in. Dan doen we wat wijn bij. Heeft u een fles wijn? Het hoeft geen duur te zijn. Dat hindert niet. Dan geeft het een beetje een Frans smaakje. Nou, wijs me uw keuken en zeg welke spullen u gebruikt. En ik weet zeker dat ik inspiratie krijg. Kom mee dan. Ik weet zeker dat ik inspiratie krijg. Is het geen lievertje? Hij heeft een schort voorgebonden en staat nu alles bij elkaar te zoeken in de keuken. Hij zegt, laat alles maar aan mij over en kom het eerste half uur terug. Zal onze gasten zelf willen koken? Bespaart me dat een hoop werk? Wat heb je hem in hemelsnaam de mooiste kamer gegeven? Gezegd, hij vond het hemelbed zo mooi. Hij vond het hemelbed zo mooi, de griezel. Charles! Hij kan het gewoon niet uitstaan. Jij hebt zijn koffers niet gedragen, ik wel. Zaten er stenen in? Ach nee, er zat juist helemaal niks in. Volgens mij woog het juist helemaal niks. Hij is volgens mij typisch een van die jonge mannen die er een gewoonte van maakt om hoteleigenaars op te lichten. Dat geloof ik niet. Ik vind het een aardige jonge man. Ik vond die juffrouw Kees wel een beetje vreemd. Jij niet? Verstandelijk. Bazige vrouwspersoon, ja. Al onze gasten zijn of onvriendelijk of raar. Alleen maar jonge Metcalf, die is wel normaal, of niet? Die zal wel aan de drank zijn. Denk je dat heus? Ach, nee, dat weet ik ook niet. Ik ben ook gewoon een beetje down. Nou, we weten nu in ieder geval hoe erg het wordt. Hè? Alle gasten zijn gearriveerd. Wie kan dat zijn? Misschien wel een moordenaar. De moordenaar van Grover Street. Oh, Jas, ga je uit. Pardon, ik ben... Waar ben ik? Dit is pension Monkswell Manor. Oh, in pension, maar wat een ontzettend geluk. Madame, in pension en twee charmante eigenaren. Onze Rolls Royce, helaas, hij blijft steken in die sneeuw. Overal verblindende sneeuw, wij weten niet waar wij zijn. Ik denk bij mezelf, misschien wij zullen wel sterven die vriesdood. Ik weet niet waar ik ben en mijn man, hij zegt, zoek mensen. Uw man stuurt u erop uit? In dit weer? U weet de namen, hè? Grote mond, koude voeten. Ik neem mijn koffertje. Ik waag door die sneeuw. En ik zie voor mij een grote ijzeren hek. De normale wereld, ik ben gewend. Tweemaal, ik val op die opperlaan in die sneeuw. Maar tenslotte, ik kom aan bij die voordeur. En val ook veranderd in vreugde. U hebt kamer voor mij? Ja? Ja. Hij is wel een beetje klein. Ach, natuurlijk, u hebt nog meer kasten. We hebben dit huis juist vandaag geopend als pension en daarom zijn we nog een beetje onbekend met het vak. Charmant! En piepjong in ons pension! Mijn man, hij zou dit mooi vinden! Maar kan uw man wel hier komen? Zou hij het niet koud krijgen? Ah, hij heeft een dikke kat weer in de dag. Dik. Oh. Vet. Zal ik uw man dan even gaan zoeken en dan kan hij gelijk uw bagage even mee. Oh, maar dat hoeft niet. Hij krijgt vanzelf honger. Gaan we toch maar even zoeken. Ja, dan kan ik gelijk even de rest van de bagage ophalen. Maar ik verzeker u, dat is niet nodig. Op een nacht als deze zullen er geen dieven op pad zijn. Hè? En ik heb genoeg aan wat ik in mijn koffer heb. Mijn man. Christopher Wren. Oh, maar dat is die personeelsleden al kasten zijn, maar zullen die kasten wel helemaal verwend worden? Ik vrees dat u daar de plank volledig mislaat. Er is hier niet eens personeel. Ik krijg de kippen niet te pakken. De kippen niet te pakken? Nee. Maar waarom moet jij de kippen te pakken krijgen? Je zou toch een omelet gaan maken? Ja, en daar heb ik eieren voor nodig. Ja, natuurlijk. Dus heb ik daar de kippen voor nodig, om de eieren te laten leggen. U bedoelt dat u een kip naast de koekenpan wilt houden, om haar daar zo een ei in te laten leggen? Ja, natuurlijk! Natuurlijk, zegt u. Waar gaat het heen met het land? Als stadsmensen zich op het platteland gaan vinden... Chris, de eieren zijn al gelegd. Kom, ik zal ze je wijzen. Ik leek bij net een vrolijk pensioen. En wie bent u?
Je zult dat Parficini. Ik ben hier te strand in die sneeuw, maar gelukkig er was hier nog plaats in deze herberg. Doe maar, men haalt hier ook nog aanlopende zwervers binnen. Zigeuner? Nee, toerist. Mevrouw Parficini, ik kan uw man nergens vinden hoor. Ja, alleen een verlaten auto. Een Rolls Royce, zei je? Rolls Royce? Dan is mijn man er zelf op onderzoek uitgegaan. Als dat maar goed komt. Manen, hè? Weinig denken, doe me daar. Zijn begonnen. Ach, ze moeten toch een keer beginnen. Het ontbijt was anders uitstekend. Goed koffie, goede bacon, goede roereieren, zelfgemaakte marmelade, keurig opgediend. Nee, dat vrouwtje doet alles zelf. Ja, amateurs. Er hoort behoorlijk personeel te zijn. Nou, de lunch was anders ook uitstekend. Corned beef. Goed, corned beef. Nauwelijks te herkennen, ja, ze hadden de rode wijn erheen gedaan. Maar mevrouw Ralston heeft ons voor vanavond een pastei beloofd. Die kachel geeft te weinig warmte. Ik zal ze erover aanspreken. Nou, de bedden zijn ook erg comfortabel, vind ik. Tenminste, de mijne wel. U ook, mag ik ook? Uit de advertentie had ik een heel andere indruk gekregen hoe het hier zou zijn. Een comfortabele correspondentiezaal en alles veel groter. Meer als een hotel met bridge en andere attracties. Oh ja, echt zo'n oude wijfhotel. Nee, ik begrijp volkomen wat u bedoelt. Ja. Nee, werkelijk. Ik zal hier niet lang blijven. Nee, werkelijk. Dat denk ik ook niet. Het is een bijzonder vreemde jongeman. Ja, ik denk dat hij ontsnapt is uit het krankzinnige gesticht. Dat zou me helemaal niet verwonderen. Charles, kun je even de sneeuw ruimen voor de achterdeur? Ik kom! Oh, ik zal u even helpen. Ja, de goede lichaamsbeweging kan wel wat lichaamsbeweging gebruiken. Met stoffer en blik langs de gast. Is er geen achterom? Oh, jawel. Een hele mooie zelfs. Zeer gemakkelijk bij blad. Zeg, heeft u een vuurtje? Nee. Waarom gaat ze dan niet achterom? Trouwens, al het huishoudelijk werk hoort 's morgens gedaan te zijn, voor de lunch. Ik neem aan dat onze gastvrouw eerst zelf voor de lunch heeft moeten zorgen. Ja. Het is allemaal zeer amateuristisch en onpraktisch. Er hoort gewoon behoorlijk personeel te zijn. Daar is tegenwoordig anders niet zo makkelijk aan te komen. Is het wel? Nee, inderdaad. De lagere klassen schijnen geen idee te hebben van hun verantwoordelijkheid. Die arme lagere klassen. Die hebben het ook altijd gedaan, hè? Moet ik daaruit opmaken dat u zo'n socialist bent? Dat zou ik niet willen zeggen. Nee, ik ben hoogst een tikje lichtroze. Maar
Ik stel niet al te veel belang in de politiek. Wat in het buitenland? Ach. Ik veronderstel dat goed personeel daar gemakkelijk te krijgen is. Ik hoef in elk geval niets te koken en het hele huis schoon te houden. Het gaat met dit land grondig bergafwaarts. Niet wat het vroeger was. Ik heb verleden jaar mijn huis verkocht. Het was allemaal te veel werk voor mij alleen. Tja, hotels en pensioens zijn gemakkelijker. Nou, ze hadden inderdaad een aantal problemen op te lossen. Bent u voor lange tijd naar Engeland gekomen? Ja, het hangt vanaf. Ik ben hier een paar zaken aan het afhandelen. En als dat gebeurd is, dan ga ik weer terug. Naar Frankrijk? Nee. Naar Italië? Nee. Is dat u luistert? Dit is nou eenmaal mijn lievelingsmuziek. En bovendien, in de bibliotheek daar staat een schrijftafel. Dat weet ik. Maar het is hier veel warmer. Veel warmer, inderdaad. Zachter, wil je? Zo goed? Oh, ja. Hij heeft zijn dienst gedaan. Dienst? Hoe bedoelt u? Hogere tactiek, jochie. Over haar? Tja, zij zelf de beste stoel ingepikt. Die heb ik nu. Dus je hebt haar weggepest? Dat vind ik leuk om te horen. We moeten nog wat dingen verzinnen om haar weg te pesten. Ik wou dat ze weg ging. Met dit weer? Geen schijn van kans. Maar als de sneeuw smelt, dan toch? Ja, maar voordat de sneeuw gesmolten is, kan er al zoveel gebeurd zijn. Mooi hè, die sneeuw. Rijn en vredig. Maakt dat je dingen vergeet? Ik niet. Ik vergeet niets. Zegt u dat heftig? Ik dacht ergens aan. Waaraan? Een ijs in mijn bedkam. Een wintervoet. Het bloedenstoe stuk gekrapt. Een ene rafelige teken. En een kind dat bibbert van kou en angst. Wat een grijzelijk zielig. Is het een boek? Dat weet je niet, hè? Dat schrijft ze weg. Is dat dan zo? Spijt me je teleur te stellen. Nee. Spreekt u? Wat? Nee, het spijt me, meneer Ralston kan op dit moment niet aan de telefoon komen. U spreekt met mevrouw Ralston. Wie? De politie van Berkshire? Oh ja, commissaris Hobben. Ik ben bang dat het onmogelijk is.
Hij kan er niet doorkomen. We zitten ingesneeuwd. Volkomen ingesneeuwd. Er kan niets doorkomen. De wegen zijn onbegaanbaar. Ja? Maar wat? Hallo? Hallo? Molly, weet jij waar die andere schep is? Juist, de politie heeft net gebeld. Tja, last met de politie. Dat is sterke drank, zonder vergunning. Stuur iemand hier naartoe, een inspecteur van een brigadier of zoiets. Die komt er nooit door. Nee, dat heb ik ook gezegd, maar ze schijnen vol vertrouwen te zijn dat hij het wel gaat halen. Ja, zelfs een jeep trekt het niet met dit weer. Waar ging het eigenlijk over? Dat heb ik ook gevraagd, maar dat wilde hij niet zeggen. Het enige wat hij zei was dat ik jou op het hart moest drukken, dat je nauwkeurig moest luisteren naar wat brigadier Trotten, geloof ik, dat het was te zeggen had. En dat je zijn instructies onvoorwaardelijk moet opvolgen. Is het niet vreemd? Wat denk je dan toch in hemelsnaam dat we gedaan kunnen hebben? Zodat we niet in Nederland uit Gibraltar zijn. Ik heb toch wel aan die radiovergunning gedacht? Ja, die ligt in de la van de keukentafel. Ja, dan zou ik het niet weten. Toch moeten we iets gedaan hebben. Misschien heeft het iets te maken met het feit dat we net hier in pension begonnen zijn. Dat we een of ander reglement over het hoofd hebben gekregen. Daar kun je tegenwoordig bijna niet aan ontkomen. Daar waren we helemaal nooit aan begonnen. We zitten natuurlijk dagenlang ingesneeuwd. Iedereen is uit zijn humeur. En straks raken we door onze voorraad blikjes heen. Doe nu toch wel alles toch hartstikke goed. Hey, ik heb net de kachelhout binnengehaald. Ik heb de kolenbak volgeschept. Ik heb het fornuis aangestoken. Ik heb de kippen gedaan. Ik ga zometeen nog even het kachelhout een stukje hakken. Ik bedenk me plotseling. Het moet wel tamelijk ernstig zijn als ze met dit weer een politieagent op je dak sturen. Er moet er echt al wat aan de hand zijn. Oh, bent u hier, meneer Ralston? Weet u dat de verwarming in de bibliotheek praktisch steenkoud is? Ja, sorry mevrouw Boyle, zit er een beetje krap in de kook. Ik betaal hier 7 pond per week. 7 pond. En ik heb geen zin om hier te bevriezen. Ik zal even kijken wat ik voor u kan doen. Mevrouw Ralston, neemt u mij niet kwalijk dat ik het zeg. Maar wat een bijzonder eigenaardige jonge man is dat u hier logeert. Totaal geen manieren. En zijn stropdas. En zou hij ooit zijn haren kammen? Ik vind het een aardige jonge man. Ik ben het met u eens dat hij misschien een beetje vreemd doet en er vreemd uitziet, maar volgens mij doet hij geen vlieg kwaad. Nou, dat lijkt mij onwaarschijnlijk. Als ik u was, dan zou ik inlichtingen over hem inwinnen. Wat weet u eigenlijk van hem? Evenveel als ik van u weet, mevrouw Boyle. En dat is dat u beide 7 pond per week aan ons betaalt. Feitelijk alles wat ik hoef te weten en alles wat mij aangaat. Het doet er niets toe of ik mijn gasten aardig vind of niet. U bent jong en onervaren. En u behoort goede raad van iemand met meer ondervinding dan u met beide handen aan te nemen. Dan is er nog die rare vreemdeling, die vrouw. Wat hebt u op haar aan te merken? U verwachtte haar niet, is het wel? Om een gewone reiziger onder deze omstandigheden de toegang te weigeren, is onfatsoenlijk, mevrouw Boyle. Dat moest u toch weten? Wat bedoelt u daarmee? U bent toch vroeger rechter geweest, is het niet? U schijnt toch meer van mij te weten dan u toegaf. Ik zeg alleen dat die mevrouw, Paravicini, of hoe ze zich ook noemen mag, oh, mijn gepastgeachte dame. U spreekt van die duivel, hè? Jullie zeggen. Ik heb u helemaal niet horen aankomen. Ik liep op mijn tenen, kijk. Zo. Als ik niet wil, niemand hoort mij ooit. Ik vind dat zeer amusant. Maar wat ik me afvraag is, wat die man van mij is. Werkelijk? Nou, ik moet verder met mijn brieven. Ik zal eens kijken in de eetkamer of het daar wat warmer is. Met pension Monkswell Manor? Wat? Ik versta u niet. Politie? Paravicini. Het is voor u. Hij schrok nogal van de politie, geloof ik. Hallo? Wie is dat? Ben jij dat? Wat ziet je? Messine station, lekker warm. En wat wil jij nou verder van plan? Nee, hier is geen politie. Je weet wat je te doen staat. Dat was mijn man. Hij zegt dat hij hier bij een benzinestation ergens onderdak heeft gevonden. Oh, gelukkig. Dan zwerft hij niet meer in de kou. Ja, ach, dat weet je met hem maar nooit, hè? Mannen, kleine hersens, grote onzin. Maar mijn charmante gastvrouw ziet er wat bezorgd.
achteruit. Wat is er, mijn lieve dame? Ach, het loopt vanmorgen nogal wat stroef vanwege de sneeuw. De sneeuw maakt de zaken moeilijker, nietwaar? Of gemakkelijk. Heel gemakkelijk. Ik weet niet wat u bedoelt. Er is meer dat u niet weet. Mij denkt dat u evenmin veel weet van het houden van een pensioen, nietwaar? Dat is waar, maar we proberen er wel een succes van te maken. Bravo! Ik kan lekker koken. Ja, u bent een allercharmantste gastvrouw, maar... Mevrouw Rosten, mag ik u niet toch een goede raad geven? U en uw man, hè? U moet niet te goed zijn van vertrouwen, weet u. Hebt u referenties van die gasten van u? Nee, dat leek me niet nodig. Ik dacht dat het mensen gewoon kwamen. Het is altijd raadzaam om dingen af te weten van degenen die onder uw dak slapen. Neem nou mij bijvoorbeeld. Ik kom hier binnenlopen en ik zeg, onze auto is bij een steken in die sneeuw. Maar wat weet u van mij? Niets. Totaal niets. Misschien ben ik wel een dief. Of een inbreker. Of een loslopende moordenaar. Precies. En misschien weet u evenmin van uw andere gasten. Nou, wat mevrouw Boyle betreft. Het is veel te koud in de eetkamer. Ik kom hier weer zitten. Sta mij toe om het vuur op te poken. De majoor kan in ieder geval stoken, hè? Ja. Mevrouw Ralston, weet u trouwens waar u echt groot is? Ik ben bang dat de verwarmingsbuis in het kleinste kamertje bevroren zijn. Het kleinste kamertje? Maar dat schrik ik! Goeie genade, wat een verschrikkelijke dag. Eerst de politie en nu weer bevroren buizen. De politie? Zei de politie. Ja, ze hebben net gebeld, een kwartiertje geleden. Stuurde een brigadier in dat moment dat... Ik geloof dat hij erdoor komt. Tjoh, die koos is voor de helft stenen dan de prijs, zeg. Wat is er aan de hand? Nou, ik hoor dat de politie onderweg is hier naartoe. Nou, waarom? Dat zal zo vaak niet lopen. Nee, er kan geen mens doorheen komen. De wegen zijn volkomen onbegaanbaar. Nee, dat is echt volslagen onzin. Ik geloof niet dat er vandaag nog één mens hier naartoe zou kunnen komen. Wat is dat? Bent u meneer Walston? Ja? Mijn naam is brigadier Trotter. Ik ben van politie Berkshire. Ik heb mijn skis in de hal neergezet. Heb u misschien een bergplaats voor ze? Oh, die zou ik zo even in de kast in de hal zetten. Vecht goed. Dank u wel. Ik veronderstel dat wij onze politiemacht tegenwoordig betalen om te gaan wintersporten. Alleen in Berkshire, mevrouw. In Londen doen we zoiets niet. Waarom moet ik politie? Dat heb ik helemaal niet gedaan. Is de man die op skis langs kan? Oh, bent u het? U zat helemaal onder de sneeuw. Ja, nog. U zult het geloven of niet, maar er is een politieman. Een politieman op skis. Dit is brigadier Trotter. Goedemiddag allemaal. Het bestaat niet dat u al brigadier bent. U bent veel te jong. Leuk, hè? Ja. Mevrouw Rasten, mag ik even gebruik maken van uw telefoon? Tuurlijk, maar jongen. De politie staat voor niets, hè? Met slecht weer komen ze zelfs op skis. Ja, mannen, hè? Kleine hersens, grote spierballen. U ziet toch in één oogopslag dat dit een agentje van niks is. Hallo, hallo. De lijn is dood. Zo dood als een pier. Een tijdje geleden deed hij het al. Ja, toen mijn man belde ook. En dan zijn we helemaal afgesloten van de buitenwereld. Nou, ik denk dat de draad gebroken is door het gewicht van de sneeuw. Helemaal afgesloten van de buiten. Wat een graf. Dat moeten we helemaal zijn op onszelf aangewezen. Nou, ik vind dat niet om te lachen. Nee, ik even min. Oh, ben ik de enige die... Oeh, dat zijn bloedhonden. Zo, we kunnen beginnen. Meneer Rolsten, mevrouw Rolsten. Ja, als u ons even alleen wilt spreken, dan kunnen we gewoon even naar de bibliotheek gaan. Oh, nee, dat is niet nodig. Het spaart tijd als iedereen erbij aanwezig is. Zou ik daar even plaats mogen nemen? Zeker. Dank. Zegt u maar gauw wat we gedaan hebben. Gedaan? Het is geen kwestie van iets gedaan, mevrouw Ralston. Nee, ik kom hier juist om u te beschermen. Politiebescherming aan te bieden, zogezegd. Ben ik? Politiebescherming? Ja. Mijn komst staat in verband met de moord op mevrouw Maureen Lyon gistermiddag in Paddington. U hebt daar wellicht al iets over gehoord? Dat was gisteren op de radio. Die vrouw die gewurgd is? Exact, exact. Wat ik allereerst van u wil weten is of u bekend was met deze Maureen Lyon. Nee,
Nee, nooit van gehoord. Nou, mogelijk kent u haar onder een andere naam. Zij had geen blanco strafregister. En via haar vingerafdrukken hebben we haar kunnen identificeren als Maureen Stanning. Zij had samen met haar man John Stanning een boerderij hier niet ver vandaan. Longridge Farm. Oh, Longridge Farm. Dat is hier vlakbij. Is dat niet die boerderij waar toen dat kind is... Drie kinderen. Correct, juffrouw. Twee jongens en een meisje. Die door de voogdijrechter bij het echtpaar Stanning waren geplaatst. Men meende dat Longridge Farm een goed tehuis voor hen zou zijn. Maar een van de kinderen stierf. Het jongetje. Het jongste jongetje. Als gevolg van langdurig slechte behandeling en verwaarlozing. De zaak heeft in de tijd nogal wat stof doen opwaaien. Dat is afschuwelijk. De Stennings zijn tot een jarenlange gevangenisstraf veroordeeld. John Stenning is in de gevangenis overleden, maar Maureen Stenning heeft haar gevangenisstraf uitgezeten. En kort geleden is zij vrijgekomen. Gistermiddag is ze dus vermoord. Is de dader al gearresteerd? Ogenblikje, mevrouw. Op de plaats van het misdrijf werd een notitieboekje aangetroffen. Met daarin twee adressen. Het eerste adres is 24 Culver Street, het adres van mevrouw Stenning. Het andere is Moxon Manor. Moxon Manor? Ja. Scotland Yard heeft ons dat doorgegeven en dit feit vond commissaris Hogan reden genoeg om tot politiebescherming over te gaan. Daarnaast heb ik de opdracht om uit te zoeken wie hier in huis iets af weet van die Longridge Farmzaak. Zou er sprake kunnen zijn van een verband tussen dit huis en die boerderij? Niets. Totaal niets. Is het geen toeval? Nou, commissaris Hogan gelooft niet dat er toeval in het spel is. Hij weet vrijwel zeker dat er een verband moet zijn. U weet niet van een verband? Nee. En u, mevrouw? Ik? Nee. Ik bedoel, geen enkel verband, nee. Ja, ik heb de opdracht om uit te zoeken wie hier in huis iets af kan weten van die Longridge Farmzaak. Ja. Ik moet alle bijzonderheden van iedereen hier in huis noteren, daarvan telefonisch rapport uitbrengen en vervolgens alle maatregelen nemen die ik noodzakelijk acht om de veiligheid te garanderen hier. De veiligheid? Wat voor gevaar denkt u dan dat we gaan lopen? Allemachtig. Hij denkt toch niet dat iemand zal worden vermoord? Dat zou wel een goede reclame zijn voor uw nieuwe pensioen. Ik wil niemand van u angst aanjagen en zeker de dames in uw midden niet, maar ja, dat is wel waar de commissaris aan denkt. Ja. Maar waarom? Ja, daarom ben ik nu juist hier, om dat uit te zoeken. Ja, maar dat is toch krankzinnig? Jawel, meneer Rolsen, maar juist omdat het krankzinnig is, is het ook buitengewoon gevaarlijk. Ach, onzin. Ik moet zeggen dat ik dit wel een beetje vergezocht vind, hoor. Ik vind het heel spannend. Is dat alles of is er nog iets? Ja, mevrouw Rolsen, er is nog iets. Onder de adres in het notitieboekje was geschreven drie muizen. En de noten van dat liedje, u weet wel. Daar op de trap een kleine muis op klom. Dus. Nou, wij vermoeden nu dat dat iets te maken heeft met die Longridge Farmzaak. Op het lichaam van mevrouw Stenning lag een briefje met daarop de tekst. Dit is de eerste. Wat afgrijselijk. En denkt u dat een van ons ook zo'n muis is? Dat is heel goed mogelijk, ja. Er waren dus drie kinderen, waarvan er één is gestorven. De jongste. Een jongen van 11. En wat is er dan met de andere twee gebeurd? Het meisje is geadopteerd. Haar hebben we nog niet op kunnen sporen. De oudste jongen is het leger in gegaan en is op zijn 23e gedeserteerd. Daarna ontbreekt hij de spoor. Volgens de legerpsychiater leed hij aan schizofrenie. Een beetje knotsgek, zal ik maar zeggen. En denken ze dat hij mevrouw Stenning vermoord heeft? Dat is zeker een mogelijkheid, ja. Maar waarom zou die krankzinnige hier naartoe komen om iemand te vermoorden? Wie dan? Dat moet ik uitzien te vinden, mevrouw Rolster. Commissaris Hoffman is ervan overtuigd dat er een verband is. Wellicht is hier nu iemand aanwezig die door bijvoorbeeld die oudste zoon verantwoordelijk wordt gehouden voor het overlijden van zijn jongere broertje op de Longridge Farm. Maar nogmaals, meneer Rolster, u weet niets van het verband. U hebt nooit iets met die zaak te maken gehad. Nee, helemaal niets. En de bediende? Die hebben ze hier niet. Wat vindt u daar nou van? We hebben geen bediende. Oh, dat is waarom. Die vindt u toe dat ik naar de keuken ga. Dat eten. Ja, natuurlijk. Ga toegang. Dames en heren, ik wil graag van iedereen de namen. Dit is belachelijk. Wij hebben hier helemaal niks mee te maken. Dit is een soort hotel. Wij logeren hier alleen maar. En we zijn gisteren pas aangekomen.
Maar u had het voornemen om hier te komen, nietwaar? U had kamers besproken? Ja, inderdaad. Ja, ja, behalve die mevrouw. Parafitini, onze wagen was blijven steken in die sneeuw. Onze wagen? Ja, u weet wel, mijn man. Grote wagen, geen stuurkunst. En waar is die man nu? Ja, weet ik niet. Hij belde dat hij bij een benzinestation hier in de buurt was. Er is helemaal geen benzinestation in de buurt. Ja, misschien vergist hij zich. Misschien zwerft hij ergens rond. Ja, ja. Wat ik u maar duidelijk wil maken, dames en heren, is dat iemand heel goed op de hoogte kan zijn geweest van uw voornemen om hier te komen. Of dat iemand u gevolgd is op weg hier naartoe. Maar buiten dat, er is iets wat ik van u moet weten. En ik moet dat snel weten. Wie van u is degene geweest die in verband staat met die Longridge Farmzaak? Ik geloof niet dat dit verstandig is. Eén van u is in gevaar. Minstens één van u. In doodsgevaar. En ik moet weten wie dat is. Goed. Prima. Dan zal ik het u even voor één moeten vragen. U eerst, mevrouw Parafitini. En u bent hier min of meer bij toeval terechtgekomen? Inspecteur, ik weet niets van wat hier is gebeurd. Van die arme kinderen. Ik ben een vreemdeling. Wat zou ik te maken kunnen hebben met zo'n afgrijzelijk drama? En die man van u? U weet niet waar hij nu is, zegt u? Hij zou hier ergens in de buurt kunnen rondzwerven? Ja, dat zou kunnen, maar... U kent mijn man niet, hè? Grote woorden, die warme kachel. Die zit vast in een café ergens. Denken. Mevrouw, u. Mevrouw Boy, brigadier. Ik begrijp het niet. Ik vind het werkelijk onbeschaamd dat u mij dat vraagt. Wat zou ik te maken moeten hebben met zo'n ellendige geschiedenis? Juffrouw? Keeswel. Leslie Keeswel. Ik heb nog nooit van Longridge Farm gehoord en ik weet er niets van. En u, meneer? Metcalf, majoor Metcalf. Wel over de zaak gelezen, maar geen bemoeienis mee gehad. En u? Oh nee, ik niet. Ik was nog heel jong, een kind, denk ik. Uw naam? Christopher Wren. Juist. En dit is alles wat u mij te vertellen hebt. Ik denk dat sommigen van u nogal zuinig zijn met de waarheid. Maar goed, als een van u vermoord wordt... Meneer Rolster, ik zal graag de rest van het huis zien. Ja, dat is goed. Volg erbij. Het eerste verhoor? Wat spannend! Zo streng en zo keihard en rechtvaardig. Ik vind het zo geweldig opwindend om hierbij te zijn. Meneer Wren, alstublieft. Denkt u zich geen zin? Dat is de herkenningsmelodie van de moordenaar. Denkt u gezien wat voor voldoening hij dat zou geven als hij dat hoort? Allemaal maar onzin. Ik geloof er echt helemaal geen woord van. Wacht maar, mevrouw Boyle. Tot ik een keer achter u sta. En zo nu. Hou daar op! Ja, zo is het genoeg, Ben. Is een misplaatste grap. Helemaal geen. En mijn cameragram, je had haar gezicht moeten zien. Bijzonder vervelend neurotisch jongmens. Miss Charles? Aan het sightseer, met onze politieman. Uw vriend de architect heeft zich bijzonder onheus gedragen. Ja, hij draagt zich uiterst nerveus. Maar hij zal er wel overheen groeien. Ik hou niet van nerveus mensen. Gelukkig heb ik daar geen last van. Oh nee, dat is dan misschien ook maar goed op, mevrouw Boyle. Wat wilt u daarmee zeggen? Nou, ik dacht dat u er in de tijd ook bij betrokken was bij die Longridge Farmzaak. U was rechter bij de rechtbank. U was er verantwoordelijk voor dat die drie kinderen op die Longridge Farm werden geplaatst. Kom, majoor Metcalf. Ik deed enkel mijn plicht. We gingen af op de rapporten van de sociaalwerkers. Die stellings, dat leken hele vriendelijke mensen en ze wilden de kinderen dolgraag hebben. Het leek een goede regen. Eieren, volop melk en een gezonde buitenlucht. Dat is toch heel wat beter dan leven op kosten van de staat. Schoppen en slaag, verhongering en doortrapt, kwaadaardig pleegouders. Ja, hoe kon ik dat weten?
Het kan je stoppen. Heel beschaafde mensen. Was het wel? Men doet zijn plicht als vertegenwoordiger van de wet en... Ja, waarom bent u hier gekomen? Ik weet het niet. De streek, ja, en misschien toch ook wel de aantrekkingskracht van de Longridge Farms waren. Ik had gelezen dat Maureen Stanley weer vrij kwam en ik dacht, ik ga er naartoe en... Vergeeft u mij, maar ik vind het allemaal zeer fascinerend. Het vermaakt mij bijzonder. Je heeft zeker een buitenlands gevoel voor humor. Ze heeft me van het begin af aan al niet gelegen. En dan die man van me. Vreemd vindt u niet dat die twee gisteravond ineens op het toneel verschenen? Ik weet niet, had ik haar niet binnen moeten laten? Nee, ik vertrouw haar niet. Zwaar gepoederd. Ze laat haar ware gezicht niet zien. Ik denk dat ze jonger is dan ze probeert te lijken. Dan die man van haar. Vast een zwarthandelaar. Ach, er moet weer hout op de kachel. Ik zal het even halen. Vier uur 's middags en nu al bijna donker. Waar heb ik mijn pen gelaten? Oh, wat een nawijsje is dat toch? Vindt u? Doet het u denken aan uw jeugd? Heeft u een ongelukkige jeugd gehad? Was u ongelukkig als kind? Dan heeft u het getroffen. Hebt u geen gelukkige jeugd gehad? Nee. Oh, dat spijt me. Maar het is allemaal lang geleden. Je komt er overheen. Ja, dat zal ik wel. Tja, of niet? Dat is moeilijk te zeggen. Je kunt het soms niet laten om om te kijken. Het is een kwestie van wilskracht. Het leven is wat je er zelf van maakt. Altijd vooruit. Recht vooruit. En niet omkijken. Je zult wel gelijk hebben, maar soms gebeurt er iets waardoor je terugdenkt. Niet aan toegeven! Keer het de rug toe! Maar is dat de juiste manier? Misschien is het precies verkeerd. Misschien moet je het juist onder ogen zien. Niets uit het verleden kan mij nog leren. Tenzij ik het kan gebruiken. Heb je ook zoiets meegemaakt als op die boerderij? Oh, nee. Oh, ik dacht het even. Ik denk ervan op de hoogte. U weet anders ook meer vanaf. Kent u die mevrouw Boyle? Nee, het was zomaar een gedachte. Zo, boven is in ieder geval alles in orde. Deze deur, die leidt naar de eetkamer? Ja. Zoekt u hier gemoedsrust, mevrouw Boyle? Wilt u die deur alstublieft sluiten? Het tocht hier overal. Het spijt me, maar ik moet de zaak verkennen. Ziezo, einde van de ronde. Niets verdachts gezien. Tot nu toe, althans. Ik zal maar eens telefonisch een rapport uit gaan brengen naar de commissaris. De telefoon doet het niet, de lijn is dood. Doet het niet? Sinds wanneer? Major Metcalf probeerde te telefoneren toen u hier net was. Maar daarvoor was toch alles in orde? U hebt toch nog gesproken met commissaris Holden? En meneer Paravicini heeft ook nog gebeld. Ik denk dat de draad geknapt is vanwege de sneeuw. Althans, dat denkt major Metcalf. Nou, daar ben ik niet zo zeker van. De draad kan er doorgesneden zijn. Doorgesneden? Door wie dan? Die meneer Paravicini loopt hier ergens in de buurt rond. Meneer Ralston, wat weet u eigenlijk van de gasten in uw hotel? Ja, nou ja, eigenlijk niet zoveel. Oh. Mevrouw Boyle die schreef ons vanuit een hotel in Bournemouth. Major Metcalf vanuit... Leamington, ja. Randwald in Hampstead. En juffrouw Casewell schreef ons vanuit een familiehotel in Kensington. Maar ja, alleen de Parificini's dan, want die kwamen er zo uit de lucht vallen. Ik denk toch wel dat ze iets van een legitimatiebewijs bij zich hebben. Dat zullen we onderzoeken. Ik zal eens zien wat ze aan papieren bij zich hebben. Maar als die gek zou proberen om hier te komen om iemand te voeren, dan kan die toch niet hier komen vanwege de sneeuw? Hij kan er pas weer doorkomen als het beter weer is. Tenzij hij hier al is. Hier al is? Ja,
Meneer Ralston, denkt u maar eens goed na. De moord op mevrouw Stenning werd gistermiddag gepleegd. Gisteravond zijn de gasten pas gearriveerd. Uren na de moord op mevrouw Stenning. Tijd genoeg dus om hier te komen. Ja, maar iedereen had hier al besproken, behalve de Parafficinis dan. Ja, akkoord, behalve de Parafficinis, maar ook de rest gaat niet automatisch vrij uit. De moord op mevrouw Stenning was zorgvuldig van tevoren beraamd. Waarom bent u er nou zo zeker van dat we hier allemaal gevaar lopen? Ik hoop te kunnen voorkomen dat er nog een moord zal plaatsvinden. We zijn er vrijwel zeker van dat het nog niet geprobeerd zal worden. Het is toch fantastisch? Het is niet fantastisch, meneer Ralston. Het zijn de naakte feiten. Het adres, de drie muizen. De beschrijving van die man. De lengte op zijn postuur, hoed in de ogen, sjaal voor het gezicht, sprak op fluistertoon, een gleufhoed en een lange overjas. Meneer Ralston, er hangen in de hal drie lange overjassen. Eén ervan is van u. Er liggen ook drie deukhoeden. Ik kan het nog steeds niet geloven. Het is die telefoon die mij dwars ziet. Als de lijn werkelijk is doorgesneden. Ik moet opschieten met de groenten. Mevrouw Ralston, doe uw best om te denken, om na te denken. Ik kan niet denken, mijn hoofd is zo dof. U kwam vanuit de keuken. Weet u zeker dat u niemand hebt gezien of niemand hebt gehoord toen u naar de kamer liep? Nee, ik geloof het niet. Ik kwam naar de kamer omdat het gordijn zo stond te schetteren. Ik begreep niet wie hem zo hard had aangezet, maar door het lawaai heb ik niets gehoord. En dat was natuurlijk de bedoeling van de moordenaar. Hoe had ik iets anders kunnen horen? Het had gekund, mevrouw Ralston, denk na. Ik geloof... Maar zeker weet ik het niet dat ik een deur heb horen kraken. Een deur? Toen ik uit de keuken kwam. Mevrouw Ralston, welke deur was dat? Dat weet ik niet. Kom op, mevrouw Ralston, doe uw best om na te denken. Welke deur was dat? Ver weg, dichtbij, links, rechts, boven, beneden. Dat weet ik niet. Ik zeg toch dat ik het niet weet. Ik weet niet eens zeker of ik wel iets gehoord heb. Houdt u toch niet zo aan. U ziet toch dat ze totaal van streek is. Meneer Ralston, we hebben hier een moord te onderzoeken. En tot nog toe heeft niemand deze zaak erg serieus genomen. Ook mevrouw Boyle niet. Mevrouw Boyle heeft informatie voor mij achtergehouden. En u hebt allemaal wel informatie voor mij achtergehouden. En nu is mevrouw Boyle dood. En tenzij we deze zaak met de nodige snelheid oplossen, zal er nog een moord volgen. Nog een moord? Waarom? Omdat er drie muizen in het notitieboekje stonden, meneer Ralston. Daarom. Een moord voor elke muis. Maar waarom dan? Is er iets van een briefje op het lichaam van mevrouw Boyle gevonden? En moet het toch ook een of ander verband zijn met de Longridge Farm? Ja, dat zou er moeten zijn, ja. Dat was er ook. Mevrouw Boyle was er als rechter bij betrokken. Ja, maar nog een moord. Waarom? Meneer Rost, er stonden twee adressen in het notitie. Onder die adressen stond getekend drie muizen. Maar meneer Rost, denkt u nu even na. Het eerste adres was 24 Culver Street. Het adres van mevrouw Stenning. Daar was maar één mogelijk slachtoffer. Mevrouw Stenning woonde alleen. Maar hier, het tweede adres, Monksel Manor, zijn meer gegadigden. Nonsens. Ja, nou, het zou toch wel een zeer onwaarschijnlijke samenloop van omstandigheden zijn als hier nou twee mensen waren die een rol in de Londres Farmzaak gespeeld zouden hebben. Zo'n onwaarschijnlijk toeval zou dat niet zijn, juffrouw. Denk u maar eens goed na. Longbridge Farm is hier vlakbij. En de moordenaar moet hier ergens zijn. In huis. Of in de buurt. Oh nee, niet mijn man, hè. Slappe knieën, linkerhanden. Dames en heren, er is iets wat ik van u wil weten en dat ik wil wat snel. Namelijk waar u was op het moment dat mevrouw Boyle werd gewurgd. Mevrouw Ralston, van u weet ik het al. U zei dat u in de keuken bezig was met de groenten. U liep naar de kamer, u zag mevrouw Boyle en u gilde, nietwaar? Ja, ik gilde. Toen kwamen de anderen. Juist. Uit verschillende richtingen, zodat iedereen hier min of meer tegelijkertijd was.
Ik zelf was buiten. Ik inspecteerde de telefoonlijn. Meneer Rolston, u was boven. Niet waar? U inspecteerde het tweede telefoontoestel. Ja, ik was nog boven in onze slaapkamer. Daar stond hij, ja. Ja, het tweede toestel was ook buiten werking. Ja, ik heb nog het raam open gedaan om te kijken of ik misschien een doorgesneden lijn zag, maar dat was niet zo. En toen ik, net toen ik het raam had dicht gedaan, toen hoorde ik Molly gillen. U had wel echt veel tijd nodig om uit een raam te kijken en een telefoontoestel te beluisteren, vindt u ook niet? Maar dat vind ik niet. Nee. Meneer Wren, waar was u? Ik was in de keuken kijken of ik mevrouw Rolston kon helpen met eten. Ik ben dol op koken. Nou, en daarna ben ik naar de slaapkamer gegaan. Waarom? Nou, het is toch heel normaal om even alleen te willen zijn, om je even terug te trekken. Ik heb mijn haar gekamd. U hebt uw haar gekamd? Ja. En toen? En toen ben ik naar beneden gegaan, want ik hoorde mevrouw Wals beginnen. Hoe bent u naar beneden gegaan? Met de trap. Eigenaardig dat u en meneer Rolston elkaar dan niet zijn tegengekomen. Ik heb de achtertrap genomen, want die is dichter bij mijn slaapkamer. De achtertrap? Ja, natuurlijk. Mevrouw Paravicini, waar was u? Dat had ik wel gezegd, inspecteur. Ik was er geen in de eetkamer en ik zat te spelen op die piano. Kon iemand u horen spelen? Dat denk ik niet, commissaris. Ik speelde heel zacht. En met één vinger. Geen inspecteur, geen commissaris, brigadier is mooi genoeg, dank u wel. U speelde een huis op de trap. Is dat waar? Ja, maar dat is toch een vrolijk meisje? Ik pak een deuntje, niet waar? Dat bent u toch met me eens? Ik vind het afschuwelijk. Ja, en toch, ik had het in je hoofd zitten. En trouwens, iemand floot het ook. Floot iemand dat wijsje? Waar? In die slaapkamer, in die hal, op die trap, bij die muizen, die weet ik niet. Wie van u heeft dat ellendige deuntje gefloten? Oh nee, inspecteur, brigadier, dat zou ik nooit doen. Nee, u speelde het alleen op de piano. Heel zacht, en met één vinger. En toen ging die radio zo hard dat ik pijn deed aan mijn oren. En toen hoorde ik mevrouw Rolston gillen. Mevrouw Rolston was dus in de keuken. Meneer Rolston was boven op zijn slaapkamer. Meneer Wren was eveneens boven op zijn. Mevrouw Paravicini was in de eetkamer. Juffrouw Casewell, waar was u? Ik zat een brief te schrijven in de bibliotheek. Kon u horen wat hier gebeurde? Ik heb niets gehoord totdat mevrouw Rolston gilde. En toen? Toen ben ik hierheen gekomen. Dadelijk? Ja, ik geloof het wel, ja. U zegt dat u een brief zat te schrijven in de bibliotheek, maar er ligt helemaal geen brief op de schrijftafel. Nee, die heb ik bij me. Oh? Lieve Jessie, vriendin van uw familie. Dat gaat u geen klap aan. Nee, juffrouw, misschien niet. Maar laat ik u dit zeggen. Als ik iemand moord en brand hoorde gillen, dan zou ik niet de brief waaraan ik bezig was rustig opvouwen, in mijn tasje stoppen en dan op het rumoer afgaan. Oh nee? Wat interessant. Majoor, u zei dat u in de kelders was. Waarom? Rond te kijken. Neuzen zou je het kunnen noemen. Ja, ik heb in de kasten onder de trap gekeken. Wat een troep daar, zeg. Zonder jongen. Nou, en toen ik daar was, ontdekte ik een tweede deur. En toen ik die opendeed, was daar een trap naar beneden. Onderaardse gewelf van een kloosterkelder, denk ik. Ja, Monksel Mennen, nietwaar? Ja, mooi oude gewelf heeft u daar, meneer Alster. Dank u. Wij zijn hier niet bezig met een archeologisch onderzoek, majoor. Onderzoeken een moord. Mevrouw Rolston heeft verklaard dat ze een deur heeft horen kraken. De deur naar de kelder kraakt. Dan zou het zo kunnen zijn dat de moordenaar, toen hij mevrouw Boyle gewurgd had, mevrouw Rolston hoorde aankomen uit de keuken. In paniek de kast is ingevlucht en zich daarna verscholen heeft in de kelder. Ja, er zijn vele dingen mogelijk.
Als dat zo is, dan zouden er nog vingerafdrukken aan de binnenkant van de kelderdeur moeten zitten. Ja, die van mij zult u er zeker wel vinden. Ik had geen handschoenen aan, maar de moordenaar waarschijnlijk wel. Dat zou logisch zijn, ja. Maar elke moordenaar maakt vroeg of laat een foutje. Is dat waar, inspecteur? Ik vraag het af. Luister eens even, zit hier toch gewoon onze tijd te verpraten? Er is er toch maar eentje hier die... Meneer Ralston, ik heb de leiding over het onderzoek. Goed, maar zonder mij. Meneer Ralston! Dank u. Dames en heren, nog afgezien van het motief... dien ik vast te stellen wie van u in de gelegenheid zou kunnen zijn geweest om de moord op mevrouw Boyle te plegen. Laat me dan dit zeggen. Ieder van u was in die gelegenheid. Ieder van u was alleen op het moment dat mevrouw Boyle werd vermoord. En ieder van u kon hier komen zonder dat hij of zij door een van de anderen werd gezien. U doet alsof we allemaal onder verdenking staan. Dat is toch belachelijk? Bij een moord staat iedereen altijd onder verdenking. Kom op, brigadier. U weet toch bijna zeker wie die vrouw in de Culver Street vermoord heeft? U denkt dat het de oudste van die drie kinderen van de Longridge Farm is. Een labiele, geesteszieke jonge man die ongeveer 23 jaar oud moet zijn. Kom op, brigadier. Er is toch maar één die aan die beschrijving voldoet. Maar dat is niet waar. Dat is niet waar. Jullie zijn tegen mij. Iedereen is altijd tegen mij. Ze willen mij voor die moord op laten draaien. Maar dat is gemeen, horen jullie. Dat is gemeen. Kalm nou maar. Stil maar, Chris. We zijn heus niet allemaal tegen je. Zeg hem dat hij niet bang hoeft te zijn. We laten nooit iemand opdraaien voor een moord die hij niet gepleegd heeft. Zeg hem dat u hem niet gaat arresteren. Ik arresteer niemand, want daarvoor moet ik eerst bewijzen hebben. En die heb ik niet. Nog niet. Je lijkt me niet goed wijs om hem te beschermen. En u ook niet. Er hoort er hier maar één onder verdenking te staan en om ons te beschermen hoort u hem te arresteren. Dan bent u aan de rest van ons verplicht. Charles, wacht toch even. Wacht even. Oei. Mag ik u even spreken? Natuurlijk, mevrouw Ralston. Zou u al zo vriendelijk willen zijn om even naar de eetkamer te gaan? Ik blijf hier. Nee, Charles, jij ook alsjeblieft. Ik blijf hier, wat bezielt je toch? Toe, Charles. Waarover wilde u mee spreken, mevrouw Ralston? Brigadier, u denkt dus dat die krankzinnige moordenaar de oudste van de drie kinderen van de Norwich Farm moet zijn. Maar zeker weten we het niet, is het wel? Wij weten vrijwel niet zeker, mevrouw Ralston. Het enige dat wij zeker weten is dat de vrouw die samen met haar man drie kinderen heeft laten verhongeren en heeft verwaarloosd, is vermoord. Dat de voogdijrechter, die het besluit heeft genomen om de kinderen op Longridge Farm te plaatsen, ook is vermoord. Dat de moordenaar hier ergens moet zijn. In huis of in de buurt. En tot slot weten we dat de telefoonlijn is doorgesneden. Dat heb ik kunnen constateren bij mijn ronde buiten het huis zojuist. Zo. Gaat u zitten, mevrouw. Maar niet tegenstaande die feiten, weet u niet? Nee, mevrouw Ralston, zeker weten doe ik het niet. Maar ik houd wel degelijk rekening met de waarschijnlijkheid. Alles wijst in de richting van de jonge man. Geestelijke labiliteit, desertie uit het leven. Daarom lijkt alles in de richting van Christopher te wijzen. Maar ik geloof niet dat hij het is. Er moet nog een andere mogelijkheid zijn. Zoals? Hadden die kinderen helemaal geen familie? Hun moeder. Die was aan de drank. Daaraan is ze overleden. Kort na de plaatsing van de kinderen op Longridge Farm. En de vader? Was sergeant in het leger. Diende in het buitenland. Als hij nog leeft, zal hij inmiddels wel gepensioneerd zijn. U weet niet waar hij nu is? Nee. Maar de politie houdt rekening met alle mogelijkheden, dat verzeker ik u. Dus u weet niet waar hij nu is? Nee. En als de zoon geestelijk uit evenwicht is, kan de vader dat even goed zijn? Ja, dat is mogelijk. Hè? Maar als hij nu in het land is teruggekeerd, naar de oorlog en alle ellende die hij misschien heeft meegemaakt, en stelt dat hij naar huis is teruggegaan en heeft ontdekt dat zijn vrouw dood is en dat zijn kinderen afschuwelijk slecht behandeld zijn, zo erg dat er zelfs één dood is, dan zou hem dat wel zo uit evenwicht gebracht kunnen hebben dat hij nu zit op wraak. Dat is maar een hypothese. Maar het is mogelijk. Ja, mevrouw Ralston, het is wel mogelijk, ja. En dan zou de moordenaar van middelbare leeftijd zijn.
Toen ik zei dat de politie gebeld had, was majoor Metcalf helemaal van streek. Echt waar, hij liet van schrik de pook uit zijn handen vallen. Majoor Metcalf? Van middelbare leeftijd, bij het leger. Op het oog lijkt hij misschien heel aardig en normaal, maar je kunt er soms niks van zien, is het niet? Nee. Nee, je kunt er vaak weinig van zeggen. Dus is Christopher niet de enige verdachte, maar majoor Metcalf net zo goed. Juist. En had u nog andere verdachten op het oog? Nou, mevrouw Paravicini schrok ook toen ik zei dat de politie gebeld had. Mevrouw Paravicini? Ja, meneer Paravicini. Die schijnt hier ergens in de buurt rond te lopen. Maar niemand weet waar. Hij kan makkelijk de telefoondraad doorgesneden hebben. Mevrouw Paravicini is een beetje overdreven. Onecht. Ze doet zich ouder voor dan ze is. Ze is opgemaakt. Dus ze kan best getrouwd zijn met die oudste zoon. En dat accent, dat kan best nep zijn. Of misschien is het wel echt, maar dan weet ik niet of die meneer Paravicini wel een buitenlander is. Die man zou eerst eens op moeten sporen. Er is u nogal veel aan gelegen dat het niet meneer Rapp is. Mevrouw Paravicini kan het ook nog zelf gedaan. Zij speelde dat wijsje. Het zou kunnen. Ja, maar ik geloof dat langzamerhand alles mogelijk is. Niet waar, mevrouw Rolston? Christopher maakt zo'n hopeloze indruk. En hij lijkt me erg ongelukkig te zijn. Ik zal u eens wat zeggen, mevrouw Rolston. Ik heb vanaf het begin af aan rekening gehouden met alle mogelijkheden. De oudste broer, de vader, ja. Maar er was ook nog een zus. Oh, de zuster? Ja, de moordenaar in Londen droeg de hoed diep in de ogen. Sjaal voor het gezicht en sprak op een fluistertoon. Dat zou dus heel goed een vrouw kunnen zijn geweest. Juffrouw Keeswa? Dat lijkt me toch niet. Akkoord, ze oogt wat jong, maar het zou kunnen. Waarom niet? Tja, het is inderdaad heel veel mogelijk. Mevrouw Paravicini, juffrouw Keeswa, ja. Maar wat dacht u van uzelf? Ik? Ja, u hebt er de juiste leeftijd voor. En dan is er ook nog uw man. Charles, belachelijk! Hij en Christopher Wren zullen helemaal niet zoveel schelen qua leeftijd. Misschien lijkt Wren wat jonger voor zijn leeftijd, uw man wat ouder. Zoiets is vaak lastig te schatten. Hoe lang kende u Charles Ralston voordat u met hem trouwde? Wat weet u van uw man af? Wat ik van Charles al weet? Wat een onzin! U bent nu getrouwd. Hoe lang? Zowat een jaar. En waar heb je hem ontmoet? Op een feestje in Londen. We gingen daar met een vaste groep mensen om. Heb je ook zijn familie ontmoet? Hij heeft geen familie. Ze zijn allemaal dood. Allemaal dood? Ja. Het is niet zoals bij die kinderen. Zijn vader was advocaat en zijn moeder is gestorven toen hij een baby was. U vertelt mij alleen maar wat hij u verteld heeft. Ja, maar... U zou er versteld van staan, mevrouw Rolston, hoeveel gevallen er hetzelfde zijn. Vooral sinds de oorlog. Familieleden omgekomen, hele gezinnen uit elkaar geslagen. Iedereen kan wel zeggen dat hij in het leger heeft gezeten. Dat familieleden zijn omgekomen bij een bombardement. Bij een normale zaak zou u uw schoonouders hebben gekend. En wij zouden daar navraag hebben kunnen doen. Hoe lang kende u uw man voordat u met hem trouwde? 3 maanden, maar... En toch weet u niets van hem af? Dat is niet waar. Ik weet precies wat voor soort man hij is. Hij is Charles. Het is onzinnig om te suggereren dat hij zo'n afschuwelijk krankzinnige moordenaar zou zijn. Maar er is vaak zo moeilijk voor iets van te zeggen, nietwaar? Ja, maar hij was gisteren niet eens in Londen toen de moord gepleegd werd. Waar was hij dan? Hier? Hij was op een veiling om kippengaas te kopen voor ons kippenhok. En dat heeft hij natuurlijk meegenomen. Dat bleek het verkeerde soort te zijn. U zit hier 30 mijl van Londen. Dat is een uurtje met de trein, iets langer met de auto. Ik zeg u, Charles is niet in Londen geweest. Ogenblikje, mevrouw. Is dit de jas van uw man? Ja. De Evening Standard werd gisteren vanaf 3:30 op straat verkocht in Londen. Ik geloof er niks van. Oh nee, mevrouw Rolston. Werkelijk niet? Waar kan je hier nou verstoppen? Verstoppen?
willen schuiven. Vooral jouw mam. Ach, wel nee, Christopher. Jij probeert moeilijke dingen altijd te ontlopen. En daar kun je niet altijd mee doorgaan. Nou, als nu nog even, ze kunnen wel graag. Maar het is toch waar, hè? Ja, dat wel. Je moet toch een keer volwassen worden. Moet dat? Je heet niet echt Christopher Wren. Nee. En je bent geen architect? Nee. Waarom zeg je dat dan? Lijkt me wel lollig. Hoe heet je echt? Dat doet er niet toe. Ik ben er vandoor gegaan toen ik in het leger zat. Het was een zo'n beroerde boel. Ja, Molly. Ik ben net als die onbekende moordenaar. Een beetje gek en gedeserteerd uit het leger. Maar mijn moeder die zou... Mijn moeder? Ja, je moeder? Het zou veel beter met me zijn gegaan als mijn moeder niet was gestorven. Ze zou me gepast hebben. Je kunt niet je hele leven iemand hebben die je opgepast. Er kan je van alles overkomen. Dingen die pijn doen en die moet je verdragen. Dat kun je niet. Oh, jawel. Hoezo? Heb jij dat ook gedaan? Ja. Was het iets ergs? Iets met Giles? Ik wil er niet over praten. Zie je wel, jij vlucht ook. En dat is precies wat ik ook wil doen. Je kunt nergens naartoe. Ik pak de skis van Trotten wel, want ik kan goed skiën. Dat zou stom zijn. Alsof je schuld bekent. Nou, hij denkt toch wel dat ik schuldig ben. Dat is niet waar. Hij heeft nog andere verdachten in zijn hoofd. Ja. Hij brengt je op gedachten. Gedachten die niet waar zijn. Die onmogelijk waar kunnen zijn. Ik stoor, geloof ik. Nee. We praten maar wat. Ik moet naar de keuken. Voor de pastij zullen we geen aardappelen en vast een paar blikken spinazie openmaken. Ja, ik ga mee. Daar komt niks van in. Charles! Ik vind die onderhandeling tussen jullie uiterst ongezond. Je blijft en uit de keuken en bij mijn vrouw uit de buurt. Ja, maar hoor eens. Je blijft uit de buurt, Ren. Ze zal niet jouw volgende slachtoffer worden. Dus zo denk je over me. Dat heb ik toch al gezegd. Er loopt hier een moordenaar rond en hij voldoet precies in die beschrijving. Nou, ik ben niet de enige. Oh nee? Nee. Wie dan nog meer? Oh, doe niet zo schijnheilig, jijzelf natuurlijk. Wat? Ik ben niet van plan om jou en haar hier alleen te laten. Krijg toch de... Christopher, ga alsjeblieft weg. Nee. Alsjeblieft, Chris, ik meen het. Goed. Maar ik blijf in de buurt. Het lijkt me niet goed wijs, Molly, om alleen met die gek naar de keuken te willen gaan. Hij is niet gek. Ach, vertel. Hij hoeft toch alleen maar in zijn ogen te kijken. Totaal krankzinnig. Hij is alleen maar ongelukkig, Charles. Maar hij is niet gevaarlijk. En trouwens, ik kan wel op mezelf passen. Ja, dat zei mevrouw Boyle ook. Oh, Charles, zeg dat toch niet. Hoe lang ken je hem al? Charles, ben je gek geworden? Hoe durf je zoiets te denken? Misschien is het wel doorgestoken kaart. En misschien heb je hem wel uitgenodigd om hier te komen? Dat is een volslagen onzin. Het is toch gek hè, dat zo'n jongen net op zo'n afgelegen plekje komt logeren? Niet gekker dan van onze andere gasten, juffrouw Caswell, majoor Metcalf en mevrouw Boyle? Mevrouw Boyle weet in ieder geval dat er een verband is met de Longridge Farm. Dat is zo'n gek in staat om jouw meelij op te wekken, zeg. Nou, hoe lang ken je hem al? Wat een onzin. Ik heb hem pas gisteren voor het eerst gezien toen hij hier aankwam. Onzin. Je praat maar wat. Misschien ben je stiekem wel gisteren naar Londen geweest. Je weet heel goed dat ik al geen week in Londen ben geweest. Oh nee? Nee, natuurlijk niet. Wat is dit dan? Dit? Je hebt je laten vallen. Ik heb me opgeraapt toen ik met Trotter stond te praten. Je weet wat het is. Een buskaartje naar Londen. Oh, dat. Dus het lijkt erop dat jij gisteren niet alleen naar het dorp bent geweest, maar ook naar Londen. Goed, ik ben... Terwijl ik veilig uit de buurt was om kippengaas te halen. Terwijl jij veilig uit de buurt kippengaas. Dus geef me toe, je bent gisteren met Ren naar Londen geweest. Goed, ik beken. Ik ben naar Londen geweest. Maar jij ook. Wat? Jij ook, Charles. Je hebt de avondkrant gekocht en meegebracht. Wat vond je daar? Is dat in je jaszak? Die heeft een ander erin gestopt.
Geloof je dat zelf? Nee, Charles, jij bent in Londen geweest. Goed, oké, ik ben naar Londen geweest. Maar niet om stiekem een vrouw te ontmoeten. Oh nee, weet je dat wel zeker? Wat doe je daar nou mee? Ga weg, kom niet dichterbij. Wat is er? Ruim me niet aan. Geef maar toe dat jij gisteren met Ray naar Londen bent geweest. Doe niet, je idioot. Natuurlijk niet. Waarvoor dan wel? Dat... zeg ik niet. Misschien ben ik wel vergeten waarom ik ging. Wat doe je nou toch? We lijken wel vreemden voor elkaar. Misschien heb je me ook wel nooit gekend. Hoe lang zijn we nu getrouwd? Een jaar? Feitelijk weet je niets van me af. Wat ik heb gedaan of gedacht of gevoeld of geleden voordat je me kende. Molly, je lijkt wel gek. Goed, dan maar gek. Waarom niet? Maar hetzelfde geldt voor jou. Ik ken jou ook nog maar net. En ik weet niet wat jij vroeger hebt uitgespookt. En waarom jij naar Londen gaat. Toevallig net als er een moord gepleegd wordt. Wat? Molly. Kom, jongelui. Ik hoop niet dat jullie dingen tegen elkaar zeggen waar jullie later spijt van krijgen. Hè? Ach, ik weet daar alles van. Dat gebeurt zo gauw in een ruzie tussen geliefden. Geliefden? Dat weet ik zo net nog niet. Ik weet precies hoe u zich voelt, hè? Ja, mijn man en ik. Ach, het is die jeugdige overmoed. Mevrouw, nog niet zo lang getrouwd, hè, neem ik aan. Ach, maak er zich geen zorgen. Mannen, hè? Grote ruzies, grote boeketten. Moet u zich met uw eigen zaken, mevrouw Partitje? Inderdaad, ik kwam eigenlijk zeggen, hè, dat die brigadier zijn skis niet kon vinden. Hij was heel boos. Wat? Hij vroeg zich af of u ze misschien ergens neergelegd had, meneer Rosten. Nee, natuurlijk niet. Meneer Rosten. Meneer Rosten, hebt u mijn skis weggehaald? Uit de kast onder de trap waar we ze vanochtend hebben opgeruimd? Nee, natuurlijk niet. Iemand heeft ze meegenomen. Hoe weet u dat? Wat is u nodig? De sneeuw ligt er prachtig bij. En ik heb versterking nodig, dus ik wilde naar het bureau in Market Hampton skiën. Om daar rapport uit te brengen. En dat kan u niet, hè? Iemand probeert te voorkomen dat hij rapport uit kan brengen. Maar er kan ook nog een andere reden voor zijn. Misschien wilde iemand er wel vandoor. Waarom riep jij net ineens Christopher? Oh, zomaar. Ah, dus onze jonge architect heeft dit meegenomen. Interessant. Is dat waar, mevrouw? Oh, gelukkig, je bent dus niet weg. Meneer Wem, heeft u mijn skis weggehaald? Uit de kast onder de trap? Uw skis? Waarom zou ik, brigadier? Mevrouw Ralston scheen in die veronderstelling. Meneer Wem is dol op skiën. Ik dacht dat hij ze meegenomen had voor een toertocht in de omgeving. Een toertocht? Een toertocht! Dames en heren, luistert u goed alstublieft! Dit is een buitengewoon ernstige zaak. Iemand heeft mijn enige mogelijkheid om contact te maken met de buitenwereld weggenomen. Ik wil dat iedereen hier komt, onmiddellijk. Mevrouw Kissel was volgens mij boven. Ik zal haar gaan roepen. En majoor Metcalf, die was net in die eetkamer. Ik ga hem even roepen. Majoor Metcalf! Hij is er niet meer. Is er niet? Ik zal even kijken. Het gaat om mijn skis. Skis? Heeft een van u beiden een paar skis weggehaald uit de kast onder de trap? Lieve man, nee. Waarom zou ik? En ik heb ze niet aangeraakt. En toch zijn ze verdwenen. Juffrouw Kingswell, hoe bent u naar boven gegaan? In elk geval niet op uw skis. Bent u langs die kast gekomen, ja of nee? Nee, dus. Maar jongen, u bent vandaag al in die kast geweest. Ja, dat is zo. Op het moment dat mevrouw Boyle vermoord werd. Nou, op dat moment was ik al in de kelder. Lagen die skis nog in de kast toen u erdoor ging? Geen idee. Hoezo geen idee? Hebt u ze niet gezien? Nou, ik kan me niet herinneren. U moet zich toch kunnen herinneren of u een paar skis hebt gezien, ja of nee? U hoeft niet zo tegen mij te schreeuwen, jongeman. Ik heb niet op die skis gelet. Ik wilde in die kelders kijken. Die architectuur van dit huis vind ik erg interessant. En ik heb die tweede deur van binnen gegaan en ik heb niet op skis gelet. U beseft zeker wel dat u een buitengewoon goede gelegenheid had om die dingen daar weg te halen, nietwaar? Ja, dat is zo. Als ik dat tenminste gewild had. De kwestie is, waar zijn die dingen nu? Nou, die moeten toch niet moeilijk te vinden zijn. Het is nou niet diep zijn speld in een hooiberg. Groot gevaar, de skis. Weet je wat, laten we ze met z'n allen gaan zoeken. Ogenblikje. Ja hoor. Dat snap ik niet. Ik verkeer in de positie dat ik me moet inleven in een krankzinnig schuwbrein.
Ik moet me voortdurend afvragen, wat wil de moordenaar dat wij doen? En wat is hij dan vervolgens zelf van plan? Ik moet proberen om de moordenaar een stap voor te blijven, want als me dat niet lukt... Als dat niet lukt, zal er nog een moord volgen. Gelooft u dat nou nog steeds? Ja, juffrouw Casewell, dat geloof ik nog steeds. Die drie muizen in dat notitieboekje, weet u nog? Twee zijn er al in de val gelopen, maar met een derde moet er nog afgerekend worden. U bent hier met uw zessen. Eén van u is de moordenaar. Een vergeten man. Man? Welke man? Zij bedoelt mijn man, hè? Maar mijn man moordt niet. Mijn man leest alleen over moorden. Dikke boeken, kleine derden. Dames en heren, bent u met uw zessen? Eén van u is de moordenaar. En ik weet nog niet wie, maar daar kom ik achter. En één van u is de derde muis. En dat is degene met wie ik wil spreken. Mevrouw Boyle hield informatie voor mij achter. Mevrouw Boyle is dood. De derde muis, wie het ook is, houdt ook informatie voor mij achter. En daarmee brengt u zichzelf in buitengewoon groot gevaar. Iemand die tot twee keer toe een moord heeft gepleegd, zal er niet voor terugdenken ook een derde te plegen. En zoals de zaken nu staan, weet ik niet wie van u degene is die politiebescherming nodig heeft. Vooruit! Laat iedereen die het ook is en hoe groot of hoe klein de bemoeienis met die Longridge Farmzaak ook is geweest, daar nu mee voor de dag komen. Goed, best. De moordenaar krijg ik te pakken, daar twijfel ik geen moment aan. Maar dan kan het voor één van u te laat zijn. Terwijl een man van u
gaat schuilen bij een benzinestation dat helemaal niet schijnt te bestaan. U begrijpt dat ik eraan ga twijfelen of er wel een meneer Parmigiani is. Of is het iets anders dan een rookgordijn? Ah, ja, dat is hij soms ook. Hij rookt van die avant-garde, hè? U blijft allemaal maar doen alsof het een grapje is. Meneer de rechercheur, maar als u dan zo serieus bent en u gaat aan iedereen vraagtekens stellen, gaat u dan ook vraagtekens stellen aan uzelf of is dat te veel eigen? Van mijzelf zou ik in ieder geval antwoorden krijgen. Dat is meer dan ik van u kan zeggen. Ah, stelt u mij dan maar die vragen, als u die nog hebt. Een paar. Waar kwam u gisteren vandaan toen u bleef steken in de sneeuw? Ah, dat is eenvoudig, uit Londen. Welk adres in Londen? Wij logeren altijd in het Ritz Hotel. De Ritz. Buitengewoon goed hotel. Wat is uw adres, uw permanente adres? Ik hou niet van permanente adressen. En heeft uw man een zaak of een beroep? Hij is effectenmakelaar. Juist. Dit is allemaal na te gaan. Ja, uiteraard. Is het onderzoek nou afgelopen? Voor het moment, ja. Ach, dan ga ik even helpen door mijn eigen onderzoek in te stellen. Wat zegt u? Ik ga kijken waar de skis van u gebleven zijn. Misschien heeft iemand ze verstopt in die piano in die eetkamer. U weet daar dus toch meer van? Ik heb altijd geweten dat politiemensen het geen gevoel voor humor hebben. Ogenblikje. Had u tegen mij? Ja, juffrouw. Zou u zo vriendelijk willen zijn om even plaats te nemen? Wat wenst u te weten? U hebt de vragen gehoord die ik zojuist aan mevrouw Parmigiani heb gesteld. Ja, een boeiende schermutseling. Ik zou van u ook graag enkele inlichtingen willen. U zei? Allereerst uw naam, voluit. Leslie Margaret Catherine Casewell. Catherine? Met een K. Uw adres? Villa Mariposa, Pinedorp, Mallorca. Mallorca, dat is een Italiaans eiland? Nee, een Spaans. En uw adres in Engeland? Ik heb geen vast adres, alleen een postadres. Morgan's Bank, Leadenhall Street, Londen. En u hebt geen ander adres in Engeland? Nee. Hoe lang bent u al in Engeland? Een week. En waar hebt u sinds uw aankomst gelogeerd? Ledbury Hotel, Knightsbridge. Juffrouw Casewell, wat voert u naar Monkselman? Ik wilde ergens rustig logeren, buiten op het platteland. En hoe lang was of bent u van plan te blijven? Tot ik klaar ben met wat ik me had voorgenomen te doen. En wat was dat? Juffrouw? Hè? Ik vroeg wat dat was. Wat was dat wat u had voorgenomen? Pardon, ik dacht aan iets anders. Ja, dat kan zijn, maar u hebt nog geen antwoord gegeven op mijn vraag. Ik zie ook Bradley niet in wat dat er nou toe doet. Het is een strikt persoonlijke kwestie die alleen mij aangaat. Dat mogen zo zijn, maar ik zou graag... Daar wil ik niet met u over spreken! Zou ik nou willen zeggen hoe oud u bent? Jazeker. Staat ook in mijn paspoort. Ik dacht dat ik jonger was. Is er iemand in het land die borg voor u kan staan? Wat mijn financiën betreft, kunt u zich tot de bank wenden. Ik kan u ook doorverwijzen naar mijn notaris. Een zeer discreet man. Verder, ik heb het grootste gedeelte van mijn leven in het buitenland gewoond. Op Mallorca? Op Mallorca. En op andere plaatsen. Bent u in het buitenland geboren? Nee. Ik heb Engeland verlaten toen ik 13 was.
geboren met een Sherwood. Dat is hier niet ver vandaan. Nee. Juffrouw, ik kan niet zo goed met u uit de voeten. Oh, is dat erg? Ik begrijp niet zo goed wat u wilt. Luister eens, wat doe je hier? Daar zit ik nogal mee, lijkt het. Ja, daar zit ik nogal mee. U hebt het land verlaten toen u 13 was? Zoiets in elk geval. Was uw naam toen ook al Keeswal? Zeg, waar wil je heen met dit gevraag? Ik wil weten wat je naam was toen je Engeland verliet. Dat weet ik niet meer. Ach, zoiets vergeet de mens toch niet? Nee! Door verdriet? Door wanhoop? Daardoor wellicht. Wat is je echte naam? Dat heb ik al gezegd! Leslie Margaret Catherine Keeswal! Catherine. Catherine. Wat doe jij hier? Nee. Ik heb juffrouw Keeswal alleen enkele vragen gesteld. Nou, ze zal dus aardig van streek. Wat heeft hij gedaan? Nee, niet! Niet! Hij heeft niets gedaan, dus alleen... Die moorden. De omgeving, ik... Het is me pas niet allemaal te veel. Ik ga naar mijn kamer. Soms is het meest ongelofelijke waar en het meest voor de hand liggende niet. Ja, dat lijkt wel zo. U ziet eruit alsof u een spook hebt gezien. Ik zie hem. Ik had veel eerder had moeten zien. Ik ben blind geweest. Zo blind als een mol. En dus de politie is iets op het spoor? Ja. Meneer Wren, ik denk dat we een stuk verder zijn. De politie is iets op het spoor. Weet u waar de anderen zijn? Charles en Molly zijn in de keuken. Major Metcalf en ik hebben naar de skis gezocht op de meest vreemde plaats, maar we hebben ze niet kunnen vinden. Paravicini weet ik niet en juffrouw Keeswal, nou ja, die liep net. Dus Houdt u de anderen? Dan zoek ik mevrouw Paravicini. Ja, maar dat is niet goed voor het delslagen van de avondmaaltijd. Mevrouw Paravicini? Mevrouw Paravicini? Mevrouw Paravicini? Ja, inspecteur. Je skis nog steeds kwijt, zie ik. Ach, die komt vanzelf terug met die moordenaar erbij, denk ik. Wat is er aan de hand? Major Metcalf. Mevrouw Ralston, wilt u gaan zitten? Hebt u mij hierbij nodig? Ik kom er wel slecht uit. Ik ben net bezig met de... Er zijn belangrijke zaken in het leven dan de avondmaaltijd, mevrouw Ralston. Mevrouw Borg bijvoorbeeld zal nooit meer deelnemen aan een maaltijd. Dat is alles behalve tactvol, brigadier. Dat spijt me dan, maar ik heb een nieuws medewerking nodig en ik zal hem hebben ook. Meneer Ralston, wilt u juffrouw Keeswal gaan halen? Ze is naar de kamer gegaan volgens mij. Het duurt maar een ogenblikje. Ja. Zijn uw skis al terecht, meneer Trotter? Nee. Al had ik wel een idee wie ze heeft weggenomen en op welke reden. Maar u begrijpt dat ik daar ook nog geen uitspraak doe. Maar dat moeten we ook nog niet doen, hè? Nee, die uitleg moet pas aan het einde komen. In de laatste hoofdstuk, weet u wel. Dit is geen spelletje, mevrouw Paravicini. Wat staat er te gebeuren? Juffrouw Keeswal. Mevrouw Ralston, gaat u zitten. U zult zich ongetwijfeld herinneren dat ik u vlak na de moord op mevrouw Boyle om een verklaring heb gevraagd. Een verklaring over de plaats... waar u zich bevond op het moment dat mevrouw Boyle werd vermoord. Ik heb helaas nog niet de tijd gehad om alle verklaringen te verifiëren, maar ze luiden als volgt. Mevrouw Ralston was in de keuken. Meneer Ralston was boven, op de slaapkamer. Meneer Wren was eveneens boven, op zijn slaapkamer. Mevrouw Paravicini was in de eetkamer. Juffrouw Keeswal was in de bibliotheek en majoor Metcalf in de kelders. Klopt. Nee, dat klopt niet. 5 van deze verklaringen zijn waar. 1 niet. Maar welke? 5 van u spreken de waarheid. 1 liegt. Maar wie?
Nu heb ik een methode ontwikkeld waardoor ik kan aantonen wie van u degene is geweest die tegen mij gelogen heeft. En als ik dat weet, weet ik ook wie van u degene is die mevrouw Boyle vermoord heeft. Ja, dat is een verkeerde conclusie. Iemand kan gelogen hebben om andere redenen. Dat lijkt me sterk, juffrouw. Ja, maar u zegt net dat u nog geen tijd heeft gehad om de verklaringen te onderzoeken. Nee. Maar als iedereen nu eens zijn handelingen zou herhalen. Wat een cliché-ontknoping, hè? Een reconstructie van die moord. Geen de reconstructie van de moord, maar de reconstructie van de handelingen van schijnbaar onschuldige hoofdpersonages. En wat verwacht u daaruit te zullen ontdekken? U zult het me wel niet kwalijk nemen als ik dat nog even volhoud. U wilt dus een herhaling van de voorstelling? Ja, meneer Ralston, dat wil ik. Het is een valstrik. Hoe bedoelt u een valstrik? Het is een valstrik, ik weet het gewoon niet. Ik wil alleen dat iedereen zijn handelingen herhaalt. Ja, maar dat snap ik niet. Waarom moet iedereen weer hetzelfde doen? Wilt u alles... Ik vind het een baarlijke nonsens. Oh ja, meneer Wren, vindt u dat baarlijke nonsens? Ja. Ik doe in elk geval niet mee. Ik moet naar de keuken. Iedereen moet meedoen. Ik begrijp u niet. Als ik zo rondkijk, dan lijkt het wel alsof iedereen schuldig is. Waarom bent u zo onwillig? Natuurlijk doen we wat u zegt. Zij ook, Molly. Goed. Wren? Mevrouw Caswell? Mevrouw Parravicini? Ah ja, ik stem toe in de reconstructie. Major? Ja. Goed. U wilt dus dat we onze handelingen van daarnet herhalen? Alle handelingen moeten worden herhaald, ja. Ah, dan ga ik vast beginnen met het tokkenen van die herkenningsmelodie van uw moeder, hè? Ogenblikje, mevrouw Parravicini. Mevrouw Ralston, speelt u piano? Jazeker. Kunt u de herkenningsmelodie van de moordenaar spelen, de muis op de trap? Die kennen we allemaal. Dan bent u ongetwijfeld in staat om, evenals mevrouw Parravicini eerder deed, die melodie met één vinger op de piano te spelen. Zou u dan zo goed willen zijn om naar de eetkamer te gaan, achter de piano plaats te nemen en te wachten totdat ik u het sein geef om te beginnen met spelen? Maar moeten wij niet allemaal onze eigen rol spelen dan? Nee. De handelingen moeten worden herhaald, maar niet door dezelfde persoon. Toch wel origineel. Daar snap ik de bedoeling niet van. En toch is er een bedoeling. Het is mijn manier om te controleren wie van u gelogen heeft. Nu, luistert u goed alstublieft. Ik ga ieder van u een plaats aanwijzen. Meneer Wren, wilt u naar de keuken gaan? Roet u maar wat in de potten en pannen van mevrouw Ralston. Mevrouw Parravicini, wilt u naar de slaapkamer van meneer Wren gaan? Mevrouw Caswell, aan u zou ik willen vragen om naar de kelders te gaan. Major, wilt u naar de slaapkamer van de Ralstons gaan om daar het tweede telefoontoestel te controleren? En meneer Ralston, ik heb helaas ook iemand nodig die mijn handelingen zal herhalen. Wilt u zo goed zijn om naar buiten te gaan en de telefoondraad te controleren tot op 50 meter buiten het huis? En wat gaat u doen? Ik speel de rol van mevrouw Boyle. Nogal gevaarlijk, vindt u ook niet? U gaat naar de posten en u wacht totdat u mij wordt roepen. En dan? Begint u met uw handelingen en daarmee gaat u door totdat er gegild wordt. Heeft u bezwaar tegen als ik een jas aantrek? Integendeel, meneer Ralston, dat lijkt me zelfs zeer verstandig. Neemt u ook mijn zaklantaarn mee, licht? Goedemorgen. Ralston, wilt u tot 10 tellen en dan beginnen met spelen? Mevrouw Ralston! Mevrouw Ralston! Ja, wat is er? U trekt een vergenoegd gezicht. Hebt u het zoals u het wilde? Ik heb het precies zoals ik het hebben wilde. Weet u wie de moordenaar is? Ja, maar dat weet u wel. Wie dan? Kom, mevrouw Ralston. Ik ben buitengewoon dom geweest. Ik? U hebt heel veel informatie voor mij achtergehouden. En daarom hebt u een grote kans gelopen om vermoord te worden. Ik begrijp niet wat u bedoelt. Ach, kom mevrouw Ralston.
Hoe dom denkt u dat de politie is? Ik heb altijd beseft dat u meer wist van die Longwest Farmzaak. U wist feitelijk alles. En uit de eerste hand. U wist dat mevrouw Boyle er als rechter bij betrokken is geweest. Waarom hebt u dat niet gezegd? Ik begrijp het niet. Ik wil het vergeten. Vergeten. Was uw meisjesnaam Warren? Ja. Was u onderwijzeres op de school van de drie kinderen van Longbridge Farm? Ja. Is het niet waar dan dat Jimmy, de jongste van de drie, u een briefje in handen wist te spelen met erop een noodkreet? Een noodkreet om hulp van zijn lieve jonge onderwijzeres? U hebt zich niets van dat briefje aangetrokken. Ik heb dat briefje nooit op tijd gekregen. U hebt zich er niets van aangetrokken. Dat is niet waar. Ik ben ziek. Dezelfde dag kreeg ik longontsteking. Zijn briefje kwam op een stapel met andere brieven terecht. Pas weken later heb ik het gevonden. En toen was het arme kind dood. Dood. En hij wachtte erop dat ik iets voor hem zou doen. Hij hoopte. Totdat hij merkte dat hij niet meer hoefde te hopen. Dat hij op mij niet kon rekenen. Al was ik maar niet ziek geworden. Het heeft me achtervolgd. Als ik het maar geweten had. Het is monsterlijk dat zulke dingen kunnen gebeuren. Ja, monsterlijk. Ik dacht dat de politie altijd ongewapend was. De politie? Ja. Maar ik ben niet van de politie. Dat dacht ik, omdat ik u belde vanuit een telefooncel. En zei dat er een brigadier trots op weg was naar u. Maar vlak voordat ik binnenkwam heb ik de telefoon heen doorgesneden. Ik ben Georgie, Jimmy's oudere broer. Niet gillen! Mevrouw Rolston, niet gillen. Dan moet ik de trekker overhalen. Ik wil praten. Jimmy ging dood. En die nare mevrouw Stenning ging naar de gevangenis. Ik zei tegen mezelf en tegen Jimmy dat ik te dood zou. En dat heb ik gedaan. Het was geweldig. Ik beloofde Jimmy dat ik ze allemaal dood zou maken, later. U gaat ook dood. Nee, doe dat niet. U komt hier nooit veilig weg. Ze hebben mijn skis gegat. Maar dat geeft niet. Ik ben tevreden. Heel tevreden. Moe, ik heb jullie allemaal in de gaten moeten houden. Ik heb voor politieagent moeten spelen, maar ik heb het gedaan, Jimmy. Die revolver zal een hoop lawaai maken. Ik kan het beter op mijn oude manier doen. Gemoord, te veel gemoord, Georgie. Ze zei dat ze ziek was, dat ze er niks aan kon doen. Misschien
is dat zo? Misschien ook niet, maar... Ach, laat het nou rusten, Georgie, alsjeblieft. Waarom ben je hier naartoe gekomen na al die jaren? Die vrouw kwam vrij. Ik las het in de kranten. Alles kwam weer terug. Ik heb me steeds weg gestopt, maar ik kon niet meer. Ik besloot om terug te komen en om hier te kijken en om jou te zoeken. En nu heb je me gevonden. Ja. Maar ik kom toch te laat, Fred. Ja, Trotter, kom maar mee. Dat is wel goed voor je zorgen. Maar moorden zul je niet meer. Meneer Ralston, kom dan maar binnen. Oh, Molly. Sorry, ik vertel eens niet gedaan. Trotter, is de moordenaar. Trotter? Waarom ben je er met de burger? Trotter, wie had ooit gedacht dat het de politieagent was? Hij was gek. Stapelgek. Ja, maar waarom jij? Waarom nou jij? Ik was erbij betrokken bij die Longridge Farmzaak. Ik was onderwijzeres op de school van die drie kinderen. Wat er gebeurd is, was niet mijn schuld, maar Trotter, Georgie, dacht dat ik zijn broertje had kunnen redden. Maar heb je me dan niet gezegd? Je had het toch gewoon kunnen zeggen? Ja, mij. Ik wilde er niet meer aan denken. Ik wilde het vergeten. Zo, de zaak is onder controle. Hij is geboeid nu. En zijn zus heeft hem een kalmeringstablet gegeven. Zij is nu bij hem. En alles onder controle dus. En hij is natuurlijk stapelkrankzinnig. Ik heb hem al die tijd al verdacht. Gelooft u dan dat hij niet van de politie was? Nou, ik wist dat hij niet van de politie kon zijn, want ziet u, ik ben namelijk zelf van de politie. U? Ja. Ja, ziet u, toen wij dat notitieboekje in handen kregen waar Monsel Manor in geschreven stond, wisten we dat het van vitaal belang was om hier iemand in huis te hebben. Toen wij die hele zaak aan majoor Metcalf voorlegden, stond hij erin toe dat ik zijn plaats in zou nemen. Ja, ik ben, ik zal het even laten zien. Ja, Sloan. Inspector, detective inspector Sloan. Ja, ik begreep even niet toen die Trotter hier aankwam zetten wat hij nou moest doen. Maar nou, ik moet zeggen, hij heeft zijn rol wel goed gespeeld. Maar ik als politieman had natuurlijk gauw in de gaten dat hij niet echt van de politie kon zijn. En juffrouw Casewell is zijn zuster? Cathy, ja, inderdaad. Het schijnt dat ze hem vanmiddag pas herkende toen hij haar ondervroeg. En toen begreep ze dat het geen zuivere koffie kon zijn en kwam ze naar mij. De majoor staat toch het dichtst bij de politie, nietwaar? En toen waarschuwde ze me net op tijd toen die zogenaamde reconstructie wel heel erg lang begon te duren. En toen kwamen we net op tijd binnen toen hij u wilde... Ja, nee, houd ze dan maar op. Ah, die echte politie is al even taktloos. Nou, gelukkig wordt het weer al beter en zal er gauw wel hulp komen. Ik zal trouwens die spies ook weer even tevoorschijn halen, mevrouw Ralston. Je had hem boven op het hemelbed verstopt. En ik dacht dat het die Barificini was. Ik? Nee, die man van u. Ach, mijn man. Ach, die zit vast in een café. Mannen. Grote pennen, vage gedachten. Maar als wij dan uitgedooid zijn, hè, nu, dan ga ik gewoon mijn spullen pakken. Oh, Molly. Charles. Hoe was jij gisteren in Londen? Ik was in Londen om een cadeautje voor je te kopen. We zijn vandaag precies een jaar getrouwd. Filip, ja, dat is ook zo. En waarom was jij dan in Londen? Ook om een cadeautje te kopen. Ik wilde niet dat jij het wist. Pak maar uit. Charles. Wat is het weer, hè? Ja, ik kon er nu pas
voordeur kon niet meer open. Het dak van onze schuur was ingestort. 7 van onze kippen zijn dood. Het was echt vreselijk. Is er hier eigenlijk nog wat gebeurd? Gewoon niet zeggen dat je van me houdt.
zeker me doen. Als het echt niet anders is, toch zie dat het gaat je goed. Waarom ben ik nog steeds een vraagteken voor jou? Kun jij gewoon zeggen dat je van me houdt? Waarom ben ik nog steeds een vraagteken voor jou? Dat alles voor je doet, doet dat jou niets aan wat je zomaar kan. Zin in vanavond. We gaan straks even een beetje iets vlottere muziek. Ik kan allemaal lekker meeswingen. Maar dat komt straks niet klaar, hè? Dan gaat die Janus weer drinken dan. Hup! Hup! Ik wil niet van je dromen. Van je dromen wil ik niet. Ik wil niet aan je denken. Want dat doet mij veel verdriet. Ik kijk niet naar de foto van ons twee daar aan het strand. Toen wij daar samen lagen in het mooie goede land. Maar ik wil jou terug. Nog niet! Ik wil naar Griekenland. Ik wil de zon weer op mijn huid. Ik wil naar Griekenland. Want bij jou voel ik me thuis, o mijn Grieks meisje, ik hoor bij jou. En als ik weer bij je ben, word jij nog daar. Hoe lang moet dit nog duren, voor ik weer bij jou kan zijn? Al die eenzame uren, ze doen me steeds veel pijn. Ik wil er niet aan denken, wat jij zonder mij doet. Misschien heb jij een ander, en jij mij niet meer. Maar ik wil jou terug. Kom niet! Ik wil naar Griekenland. Ik wil de zon weer op mijn huid. Ik wil naar Griekenland. Want bij jou voel ik me thuis, o mijn Grieks meisje, ik hoor bij jou. En als ik weer bij je ben, word jij de vrouw. Ik wil naar Griekenland, ik wil de zon weer op de huid. Ik wil naar Griekenland, want bij jou voel ik me thuis, o mijn Grieks meisje. En als ik weer bij je ben, word jij nog koud. Ik wil naar Griekenland. Ik wil de zon weer op mijn huid. Ik wil naar Griekenland. Dat was toch gezellig of niet? Dat was een leuk nummer, hè? Zo moet dat. Het volgende nummer heb ik ook zelf geschreven. Dat ik meisje in mijn studio, als ik het goed heb. Nee, ik was niet. Kom straks. Ik lig gebroken in mijn bed. Ik heb net de douche weer uitgezet. Ik wilde wel, maar ik ging niet echt. Mijn vader rond weer het gebed. Ik heb weer verloren van de bed.
de zee niet bij hem staan. Je mooie allerlemmeren van leuk zijn. Maar nu ben ik op tijd. Als de morgen is gekomen en alles wat ik heb meegemaakt al lang verdwenen is. Als de morgen is gekomen verlaat je de verleden en ben jij gelukkig niet meer. Ik was zo blij dat jij er was. Alleen jij vulde steeds mijn vast. De lampen aan me lichtje uit. We blazen rond je donder staart. Het was de einde van de dag. Leuke tijd. Maar nu ben ik er vrij. Als de morgen is gekomen. En alles wat ik heb meegemaakt, al wat vermenen is. Als de morgen is gekomen, verlaat je mijn verleden en ben jij degene die ik wil. Kom dat de dingen nooit meer gebeuren. Het is te laat, maar niet te terug. Ik heb geleerd van wat jij mij hebt aangedaan. Kom niet, hup! Als de morgen is gekomen en alles wat ik heb meegemaakt al lang verleden is. Als de morgen is gekomen verlaat je mijn verleden en ben jij degene die ik ben. Dankjewel. Als goed heb ik het volgende mezelf geschreven. Ja, deze in de studio. Speciaal voor alle verjaardag vanavond hier. Deze is speciaal voor jullie. Ik draaide met mijn zender tot zaterdag. Iedereen uit de buurt kende mijn naam. Wat een open avond was, had ik altijd staan. Sinds die tijd denk ik nog alleen aan haar. Hey meisje, die in mijn studio, wie ben je? Denk steeds aan jou, bij alles wat ik doe. Hey meisje, in mijn studio, wie ben je? Ik denk aan jou, kom toch al weer naar me toe. Die week erop zette ik mijn zendertje aan. In gedachten zag ik haar daar alweer staan.